bijeenkomst was geworden van Forum voor Democratie. Tenminste, in mijn opzicht. Er waren allemaal mensen van FVD. En dat was eigenlijk de eerste kans dat ik kon spreken met mensen van FVD. En jij was daar één van. En wat me vooral opviel was intelligente mensen. Mensen die echt bezig waren met hoe kunnen we onszelf verbeteren. En het ging helemaal niet over buitenlanders. Dus de FVD wordt super vaak beticht van xenofobie en racisme en dergelijke. Maar daar ging het allemaal niet om. Het was eigenlijk meer bijzaak. Jij was een van die personen die ik sprak daar inderdaad. En eigenlijk was daar een van de plekken waar ik ook dacht, hey, dit zal wel vet zijn om deze mensen ook eens te spreken. En ze eens gewoon uit te leggen wat ze aan het doen zijn en waarom ze doen wat ze doen. Ook al ben ik het met heel veel dingen alsnog niet eens. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant om te weten waarom ze vinden wat ze vinden. En kunnen we daar een goed gesprek over hebben? Nou, die hadden we. Dus vertel gewoon een beetje kort wat je doet. En wat ik daarna graag wil kijken is, oké, wat heeft jou geleid tot FVD? En wat trekt jou daar echt aan? Ja, nee, tuurlijk. Ik zal wel meteen even zeggen, ik ben natuurlijk niet van FVD'en officieel. Mm-hmm. Ik liep daar inderdaad wel rond. Dat was inderdaad officieel geen FVD-evenement, hè, maar Cliteur is natuurlijk wel verbonden aan Forum voor Democratie. Ik liep daar rond omdat ik had geholpen. Ik was gevraagd door Weert Duk om een kleine bijdrage te leveren voor het artikel wat hij in de Telegraaf schreef over dat cultuurmarxisme verhaal en boek van Cliteur en anderen. Mm-hmm. En mijn verhaal was eigenlijk iets wat ik eerder met hem al had besproken. Met Paul Cliteur of Weert? Met Weert. Ja. Inderdaad, echt al een jaar eerder geloof ik ook op een forumbijeenkomst toevallig. Mm-hmm. En dat ging over mijn ervaring op de universiteit. Mm-hmm. Dus wat ik heb rechten gestudeerd. Ik zit nu inmiddels in mijn master in Leiden. Mm-hmm. Maar ik heb 3 jaar lang, eigenlijk 3,5 jaar lang in Utrecht gestudeerd, aan het Utrecht Law College, honors program. En ik heb daar heel erg naar mijn zin gehad, maar ik heb ook wel het een en ander gemerkt van de heersende, de heersende cultuur. Mm-hmm. Of de heersende politieke kleur aan de universiteit. En ook hoe die heel erg doorwerkt in de literatuur en in de colleges die wij van de docenten daar kregen. Mm-hmm. Dus ik heb daar met Weert Duk eerder een keer over gesproken. En hij vroeg mij naar voorbeelden. En hij vond dat zo interessant. En zei van, dit past eigenlijk heel goed binnen dat beeld. Hè, van dus een soort cultuurmarxisme. Een soort bepaalde ideologie die wordt gepusht ook door de... Dus jouw ervaring binnen de universiteit was een goed voorbeeld van wat Paul Cliteur in dat boek probeert duidelijk te maken. Exact, ja. Een soort praktijkvoorbeeld eigenlijk. Mm. Hè. Dus ik heb daar toen een paar voorbeelden van gegeven. En zo was ik dus inderdaad daarbij betrokken geraakt. Ik heb verder niet meegeschreven aan het boek. Mm. En kun je daar iets meer over die ervaring vertellen? Ja, dat is... zoals ik zei, merk je het eigenlijk overal. In de colleges, in de literatuur, de docenten. Ik heb heel weinig vakken gehad waarvan ik echt dacht van... dit is politiek helemaal objectief of neutraal. Mm. Maar er zijn natuurlijk wel wat ernstige voorbeelden. Zo had ik bijvoorbeeld in de eerste week van mijn rechtenstudie in aanvaring met een docent. Dat is ook wat ik aan Weert Duk heb verteld. Mm. En dat was toen tijdens een debat. En dat was bij een rechtsfilosofisch vak. En die docent zei van, jongens, ik ga jullie even een voorbeeld geven, een casus. En dat ging over een man die niet was aangenomen als conciërge op een middelbare school. Mm. Omdat hij weigerde om een vrouw een hand te geven. Mm. Als conciërge moet je ook ouders kunnen ontvangen en welkom heten in die school. Mm-hmm. Dus die man was niet aangenomen. Die zei toen van, ik ben gediscrimineerd op basis van godsdienst. Mm-hmm. Hij was trouwens islamitisch. Mm-hmm. En die docent die vroeg ons van, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? Waarom vinden jullie het terecht dat die man niet is aangenomen? Of vind je dat onterecht? En ik merkte dat heel veel mensen daar heel erg verontwaardigd over waren. Dat ze iets hadden van waarom niet? Weet je wel, als hij toch vrouwen geen hand wil geven, is toch prima? Dat is toch zijn eigen keus? Uh-huh. En ik merkte toen van, ik ben een van de weinigen die hier echt fundamenteel anders naar kijkt. Want naast het feit dat ik sowieso het idee dat je vrouwen geen hand wil geven omdat ze, of onrein zijn, of niet jouw vrouw, of weet je wel, minderwaardig, niet een heel leuk idee vind, was het ook gewoon best wel logisch dat in deze context, weet je, als het binnen de werkomschrijving valt, dat je vrouwen, ouders moet kunnen ontvangen. Dat je gasten moet kunnen ontvangen. Ja, dat je dan dus op basis daarvan niet wordt aangenomen. Want je past gewoon niet binnen de omschrijving van de functie.
Is dat ook de functie van een conciërge? Zit dat door, nou ja, dat was in ieder geval in die casus werd dat zo gegeven. Dus dat die conciërge moest dus naast, zeg maar, daar gewoon de klussen van de dag doen. Ook de ouders die binnen zouden komen, moet ontvangen. Ja, dus dat, ik vond dat eigenlijk wel terecht. Dus eigenlijk was de rest ermee oneens dat dat terecht was. Want als hij geen hand wil geven en op een andere manier mensen wil begroeten, dan moet dat kunnen. Mm-hmm. En jij was eigenlijk de enige of een van de weinigen misschien die zei van, hey, dit is gewoon hoe je mensen begroet. Yeah. Als je dat niet kan, dan voldoe je niet aan de eisen voor de functie. Ja, en kijk, ik vind dat persoonlijk ook nog dat je dan niet helemaal voldoet aan bepaalde maatschappelijke standaarden ook. Mm-hmm. Hè? Dus, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, dat heb ik toen ook niet zo gezegd. Mm-hmm. Maar goed, dit wat ik dus toen in die les zei, dat was al voldoende voor die docent om mij na die les even bij zich te roepen en te zeggen van, goh, ik heb even zitten luisteren en je weet toch wel dat er in Amerika testen bestaan die kunnen meten hoe onbewust racistisch iemand is. Ja, misschien moet je die maar eens nemen. En ik wist echt niet wat me overkwam. Het was echt de eerste week, tweede week van mijn rechtenstudie. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk dat ik gewoon, weet je, dat ik dus niet iets heel raars had gezegd of zo. Er werd je al gevraagd om een implicit bias test te nemen. Ja. Omdat jouw argument was, die persoon voldoet niet aan de eisen zoals die weergegeven worden in de casus. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat was een beetje hoe de toon werd gezet voor mij bij die studie. En ik heb zo kan ik nog wel wat meer voorbeelden noemen, maar dat is niet één keer voorgekomen. Dat was geen alleenstaand geval, zeg maar. En heb je dat ook gedaan, die implicit bias test? Nee. maar ik laat me niet zoiets aanpraten dat ik op basis van zo'n overtuiging of zo'n argumentatie moet gaan testen of ik onwetend racistisch ben. Onwetend racistisch ben. Ik hoorde trouwens ook weer dat die testen allemaal niet schijnen te werken en dat er ook inhoudelijk, zeg maar, aanmerkingen op zijn. Maar nee, ja. Zo'n verwijt ga ik natuurlijk niet in. Nee. Oké, cool. En want ik hoor het wel vaker over de universiteit als linksbolwerk. En een paar jaar geleden hoorde ik het voor het eerst. Ik weet alleen niet hoe dat precies zit. Want het is zo tegenover mijn eigen ervaring van de universiteit. En misschien is het omdat ik het zelf niet gezien heb. Omdat ik zelf heel links ben. Dus dingen voor mij heel natuurlijk overkwamen. Dat kan natuurlijk ook. Maar die ervaring van de universiteit als een linksbolwerk of als een plek waarbij, wanneer je rechts bent, heel snel racistisch genoemd wordt, mm-hmm. die heb ik niet gehad. Oh, gelukkig. Dus gelukkig. Dus altijd als ik zulke verhalen hoor, denk ik van, wow, damn. Yeah. Was ik er maar bij, zodat ik kon zien hoe het gaan is en zelf kon oordelen. Want ik geloof jou meteen hoe je het vertelt. Ik vind het alleen vervelend, letterlijk vervelend, dat ik het niet kan verifiëren. Mm. Want misschien is jouw ervaring net anders dan van die docenten of whatever. Maar ja, maakt niet heel veel uit. Mm. En je bent dus daar verder gegaan bij Utrecht en je zit nu in Leiden. En zie je daar dezelfde dingen gebeuren of is het daar totaal anders? Ja, ik heb een iets andere ervaring nu in Leiden. Maar om nog even te reageren op wat je zei. Ik denk, ik kan natuurlijk eigenlijk alleen nog maar spreken voor Utrecht. Mm. En dan binnen mijn studie ook nog. Maar je kan bijvoorbeeld wel kijken op die Facebookpagina van linkse indoctrinatie op de universiteit. Daar staan tal van voorbeelden van mensen die allemaal dit hebben ervaren. Vaak ook universiteitsbladen even doorlezen. Zie je heel snel politieke agenda's, politieke kleur. Het feit dat bijvoorbeeld nu op heel veel universiteiten genderneutrale wc's allemaal doodnormaal zijn. Dat bepaalde mensen niet worden uitgenodigd op universiteiten. Dat zijn allemaal voorbeelden die, ook al als je er zelf geen persoonlijke ervaring mee hebt, je wel een soort van als teken kan zien dat er een bepaalde ideologie heerst aan de Nederlandse universiteiten. Eens. Ik denk wel dat dat echt zo is. Ja, eens. Daar ben ik het wel mee eens. Het feit dat er bepaalde mensen niet uitgenodigd worden, niet omdat ze niks te zeggen hebben, maar omdat het fout is wat ze te zeggen hebben. Mm-hmm. Dat zegt heel veel inderdaad. Ja. Alhoewel ik niet weet of dat de overwegende trend is. Je ziet het wel gebeuren, maar er is ook een trend van mensen die wel gewoon controversiële mensen uitnodigen. Genderneutrale wc's vind ik een lastigere, want nou, ik heb dan zoiets van, ja, prima, genderneutraal. Maar wat zit daar dan achter, volgens jou, wat het wel problematisch maakt? Of nou is ja, dat niet wat je wil zeggen? De identity politics die op de universiteit worden gevoerd als iets wat in feite gewoon wetenschappelijk onderbouwd is. Mm. Dat is natuurlijk het probleem met de universiteit. Dat heb ik zelf ook gemerkt met docenten. Is dat dit zijn mensen die natuurlijk in de hiërarchie eigenlijk boven jou staan. Mm-hmm. Ook al wordt dat heel vaak een beetje zo onder tapijt geschoven, maar het is natuurlijk wel zo. Ze kijken jouw papers na en ze beoordelen je tentamens.
En dit zijn mensen die dan vaak zeggen van ja, maar wat wij hier doen is een wetenschappelijke tegenhanger bieden van het hegemonisch geluid. Hmm. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook in mijn persoonlijke academische carrière wel eens gehoord heb van de docent. Van ja, wat jij zegt, dat kan wel, maar dat is echt, dat is de hegemonie, hè? Dus mooi woord voor gewoon populistisch rechts. Hmm. En wat wij hier doen is juist een wetenschappelijke tegenhanger. Hmm. En dat is dan neutraal. Ja. Dus als dat het uitgangspunt is, van wat wij doen is neutraal wetenschappelijk en wat jij zegt is een mening, mm-hmm. Ja, dan heb je niet zo heel veel meer. Dan kun je heel weinig doen inderdaad. Ja, dan kom je er niet meer tussen. En dat herken ik zeker wel. Zeker bij mijn opleiding, filosofie, waarin veel mensen de academie of academische activiteit mm-hmm. beschouwen als een vorm van activisme of als een vorm van opstaan tegen patriarchaat of whatever, wat voor naam je er ook aan wil geven. We hebben in een eerder gesprek ook gehad over de wetenschappelijkheid van identity politics en gender politics. En jij gaf aan dat eigenlijk allemaal gebaseerd is op één onderzoek, toch? Ja, we hebben het er inderdaad over gehad. Ik was toen bezig met een essay inderdaad over gender. Mm. Toch wel over gender. Dus over dat hele die theorie en ook hoe dat invloed heeft op dus de spraak. Jordan Peterson heb ik daarbij ook aangehaald als voorbeeld. Dus inderdaad, wat je ziet is dat ideeën, dat onderscheid tussen aan de ene kant seksen, dus je biologische geslacht als het ware, en gender. Hmm. Dus iets was een sociaal construct zou zijn of een cultureel construct. Hmm. Dat idee is als het ware gebaseerd op een wetenschappelijk experiment uit de jaren 60. John Money was de wetenschapper. En dat was inderdaad dat gruwelijke verhaal van een jongetje. Tweelingbroers waren dat eigenlijk. Eén jongetje werd besneden, maar die besnijdenis ging fout. Mm. Dus hij was als het ware eigenlijk verminkt. En toen heeft die man gezegd van, nou, wat we dan het beste zouden kunnen doen, is omdat hij toch al niet echt meer een werkend geslachtsdeel heeft nu, om deze jongen op te voeden als een meisje. Mm. Want ja, gender is toch maar een sociaal construct. Dus als je dan een kind, dat weliswaar biologisch als man geboren is, opvoedt op een bepaalde manier als vrouw, dan gaat hij zich ook zo identificeren. Ja. En dat heeft uiteindelijk, nou, die man, die dus als meisje eigenlijk zijn jeugd doorgebracht heeft. Mm-hmm. Die heeft allerlei psychische problemen ontwikkeld. Merkte dat jongetje dus altijd greep naar jongens speelgoed in plaats van naar meisjes speelgoed. Geen jurken aan wilde die zij dus aan zou moeten doen. En dat dus voor enorme psychische verwarring heeft gezorgd bij dat kind. En dat uiteindelijk dus dat ook is teruggedraaid. Want zij werd op een gegeven moment ook suicidaal, Brenda. En ze zei van, als ik nog een keer terug moet naar die John Money, naar die dokter, dan maak ik er een eind aan. Toen zijn die ouders, die hebben zich toen geroepen gevoeld om dus de waarheid te vertellen. Dus Tegen hem. Tegen hem, hem. Ja, dus hij heeft toen op zijn 14e heeft hij dus gehoord dat hij eigenlijk als jongen geboren was. Mm. Niet als meisje. Mm. En daarna is ook de transitie terug naar zijn originele geslacht, zeg maar, is in gang gezet. Hij is getrouwd geweest, de kinderen. Volgens mij niet zijn eigen biologische kinderen uiteindelijk dus, maar wel gewoon als man door het leven gegaan weer. Ja. Maar uiteindelijk heeft toch de psychische problemen zijn tol gehad. En deze man, problemen die hij in zijn jeugd, die opgevoed werd als meisje, opgelopen heeft. Ja, misschien zijn er ook nog andere factoren geweest. Maar in ieder geval heeft deze man het uiteindelijk niet overleefd. En heeft hij op 38-jarige leeftijd alsnog zelfmoord gepleegd. Mm-hmm. Kan je in mijn ogen niet echt een succesvol experiment noemen. Nee. En dat idee, hè, dat gender dus een sociaal construct alleen maar zou zijn, mm-hmm. daar zijn ze dan ook wel weer een beetje op teruggekomen. Dus dan wordt er gezegd van, ja, oké. Okay. Even nog één vraag tussendoor. Hoe is het onderzoek gebruikt om te pleiten voor sociaal constructivisme? Want als je het nu vertelt, is een argument tegen. Dus hoe is dat? Nou ja, de scheiding tussen seks en gender wordt nu gewoon geaccepteerd als eentje die helemaal normaal is. Mm. Dus het idee, weet je, dat zo ken jij dat waarschijnlijk ook. Mm. We zien ook overal gender studies. Mm. Dus het idee dat geslacht, of eigenlijk dus je gender, dat iets is wat jij of zelf bepaalt, of inderdaad dus de society om jou heen voor jou bepaalt, dat is iets wat inmiddels gewoon geaccepteerd is. Ja, de scheiding tussen seks en gender is nu eentje geworden die volledig los staat van elkaar. Ja, en het is ook normaal. En ook wetenschappelijk, zeg maar. Ja, je ziet het tussen gender studies en zo. Mm. Dat wordt allemaal gewoon geaccepteerd en worden niet heel veel vraagtekens bijgesteld. Mm.
Dus in die zin zou je kunnen zeggen van ja, het is niet iets wat toen verdwenen is of zo. En zoals ik al wilde zeggen, zijn er dus wel andere interpretaties nog bijgekomen, zoals van Judith Butler. Die dan zegt van ja, oké, het is inderdaad niet misschien helemaal een sociaal construct, maar je hebt ook nog de eigen identiteit erbij. Dus dat je zelf bepaalt of zelf ervaart het beste wat jouw geslacht is, of je gender dus. Mm-hmm. Nou ja. En wat betekent dat? Dat je zelf het beste ervaart wat jouw gender is? Ja, dus dat het eigenlijk meer gaat om hoe jij je voelt. Ja. Dus dat, ja, we zien dat, nu hebben we allerlei grappige voorbeelden van gezien. Die Nederlandse man, hoe heet hij ook weer? Die nu net zei van, oh, ik ben eigenlijk 69, maar ik voel me 49. Emiel Raadman. Dank je. Ja, precies. Dus dat is in het verlengde daarvan. Ik wil niet zeggen dat hetzelfde is. Mm-hmm. Maar het idee dat... De vraag is, als je je gender kan bepalen, waarom kun je niet je leeftijd bepalen? Ja, waarom kan je niet... Er zijn ook mensen die zeggen, ik voel me een kat soms, weet je wel. Dus, en dat is natuurlijk wel... Ik wil niet zeggen dat het allemaal hetzelfde is. Maar het is wel een ontwikkeling die volgens mij gewoon steeds meer geaccepteerd wordt. Dus dat jouw eigen gevoel leidend is. Ja. Ja. Het lijkt er een beetje het lijkt er een beetje op alsof het steeds meer geaccepteerd wordt dat jouw individuele voorkeuren voor wat je wil zijn, leidend zijn voor wat je bent. Ja, leidend zijn voor wat je bent en hoe anderen je moeten behandelen. Dat is waar voor mij het problematisch wordt. Dus ik wil niet per definitie zeggen dat iemand die zeg maar zich anders voelt dan wat zijn biologisch geslacht is, dat die persoon helemaal onjuist is of dat niet mag of zo. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar waar ik wel problemen mee heb, en dat zie je bijvoorbeeld mooi terug in het verhaal van Jordan Peterson, is dat die perceptie, die persoonlijke perceptie, leidend wordt. En dat als de maatschappij of de buitenwereld zich daar niet aan aanpast, dat die persoon die zich niet aanpast daaraan dus dan fout is. Dus als Jordan Peterson dus bijvoorbeeld weigert om een bepaald pronoun, een preferred pronoun te gebruiken, dan is dat meteen respectloos. Of inderdaad krijg je dus allemaal verwijten naar je hoofd. Ja, precies. En dat zijn toch dingen waarvan ik denk van ja, maar je vereist hier van iemand dat hij zijn een bepaald idee accepteert als waar. En dan ook nog eens zijn taalgebruik daarvoor moet aanpassen. Dus je vraagt eigenlijk om een soort forcering van taalgebruik. Met best wel vergaande gevolgen. Ja. Om even daarvoor voor de andere kant te spreken. Je vraagt om inderdaad op iemand een idee te accepteren als waar, waar hij niet achter staat. En als hij dat niet doet, dan bestempel je hem als een demon of whatever. Het lastige aan de transgender discussie of de verschillende soorten genders discussie is dat het alleen maar waar kan zijn als andere mensen het accepteren. Dus je kan eigenlijk alleen maar je zeer of whatever preferred pronoun hebben als andere mensen accepteren om je op die manier aan te spreken. Dus het is in principe is het al. In principe is het een vraag aan anderen om je op een bepaalde manier te behandelen. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Ja, nou ja, je kan je natuurlijk afvragen in termen van Tocqueville bijvoorbeeld, hè, de vrijheid en de gelijkheid. Dus als mensen vrij willen zijn om zich op een bepaalde manier te identificeren, je kan dan zeggen van nou, oké, dat is jouw goed recht. Weet je, als het niemand schaadt, heel liberaal idee. Je mag van mij alles doen zolang je niet andere mensen daarmee heel erg in de weg zit of geweld aan doet of zo. Nou, dat is een bepaalde vrijheid die volgens mij hier in Nederland gewoon iedereen heeft. Dus niemand gaat jou in een gekkenhuis stoppen als jij zegt van nou, ik voel me dit of ik voel me dat. Maakt niet uit wat je, ook al zeg je, ik ben een kat. Nog, weet je. Je wordt hier niet van de straat gehaald. Van nee, jij gaat naar het gevangen. Ja. Maar er is wel... Als mensen dan naast die vrijheid ook een bepaald soort pure gelijkheid van, zeg maar, behandeling willen. Dat is natuurlijk dan wel lastig. Want kan je vragen van een hele maatschappij om zich aan te passen aan een persoonlijke wens? Een persoonlijke wens die per individu verschilt. Dus het is ook niet zo dat je zegt van nou, oké, er is één eenduidige pronoun bijvoorbeeld. Iedereen die niet zich identificeert als man of vrouw zou willen gebruiken. Nee, er zijn er echt, je kan lijsten op internet zoeken. Er zijn er heel veel. Nou ja, je kan bijvoorbeeld voor een rechtssysteem jou afvragen, hoe moet dat? Hoe moeten wij wetten gaan formuleren dan? Hoe moet je zorgen dat een maatschappij goed werkt? Dat zijn allemaal praktische problemen die daar gewoon bij komen kijken. Ja, en ook een ander probleem is dat je geeft aan, eigenlijk dus in een liberale maatschappij ben je vrij tot zover je andermans vrijheid niet inperkt. En als ik niet wil jou aanspreken met
een of andere rare pronoun, dan ben je mijn vrijheid aan het inperken door dat van mij te eisen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus de eis alleen op zichzelf is al bepalen hoe iemand zich mag bewegen in het sociale domein. Ja, nou ja, vooral als dat dan heel verdragende gevolgen heeft. Dus als iemand dan bijvoorbeeld niet meer, dus inderdaad wordt uitgescholden voor allerlei dingen. Dus dat je gedemoniseerd wordt dan als transfoob. Of, dat zijn natuurlijk nare dingen. Dat wil niemand over zichzelf horen. Ja, precies. Dus dat zijn geen leuke dingen. Maar nog erger is bijvoorbeeld als je dan dus inderdaad niet meer op een universiteit mag lesgeven. Of dat je voor je overtuiging inderdaad dus dan geshamed wordt of zo. Ja. Dat. Is er wel iets voor te zeggen voor deze discussie? Dus is er wel een manier om op een positieve manier hier mee om te gaan? Dus van mensen eisen om je op wat voor manier aan te spreken dan ook. En als ze dat niet doen, ze dit te demoniseren, dat gaat niet werken. Dus ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. De wetenschap erachter, is shaky of is het niet shaky? Nou ja, of is er helemaal geen wetenschap achter? Ik denk dat mensen daar verschillende interpretaties over hebben. Ja. Dus voor mij, voor zover wat ik heb gezien, er gaan natuurlijk heel veel mensen nu zeggen van ja, maar je hebt niet genoeg gelezen. Mm-hmm. Dat kan. Je hebt nooit genoeg gelezen. Dus. Nee, ja, dat is waar. Maar ik denk dat als je gewoon een beetje een soort van common sense-achtig kijk hierop hebt, bijvoorbeeld op dat van John Money, dat je dan daar wel vraagtekens bij kan stellen. Mm-hmm. En vooral ook natuurlijk als je dat dan niet accepteert bij de praktijk. Dus nou goed, als dat dan zo is, waar is de grens? Waar houdt het dan op? Volgens mij is het antwoord, die is er niet, die grens. Hoe bedoel je? Nou, als je zegt, jouw eigen gevoel, hè, jouw eigen perceptie is leidend, dan houdt dat is gewoon een vrijbrief voor iedereen om dus zich maar te gaan identificeren op welke manier die dan ook wil. Mm-hmm. En ik denk dus ook niet dat dat ophoudt. Het is niet zo van, nee hoor, we gaan ons alleen identificeren als dit en dat. En wat is daarmee het fundamentele probleem? Los van even de praktische zaken, hoe ga je dat überhaupt ooit werkbaar maken? Mm-hmm. Zijn er ook nog fundamentele problemen daarmee? Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat het belangrijk is dat je realiteit, hè, dus bijvoorbeeld hoe jij en ik eruit zien. Ik denk dat als ik naar jou kijk, dan kan ik gewoon zeggen van jij bent een man. Als jij naar mij kijkt, kan je zeggen ik ben een vrouw. Dat het wel, dat je wel kan afvragen. Het is volgens mij wel fijn als mensen op hun eigen ogen ook kunnen vertrouwen. Dus we zien bijvoorbeeld nu ook in Zweden dat er kindergartens zijn waar kinderen genderneutraal worden opgevoed. Dus echt compleet, zij en hij is verboden. En er worden overal... Het is verboden? Ja, verboden wordt gewoon niet gebruikt. Zeg maar, okay. Dat is echt, die docenten worden ook geïnstrueerd om dat dus niet te gebruiken. Dus het is echt... het is natuurlijk niet, je bent niet verplicht om naar zo'n school te gaan, hè. Maar op dat soort scholen, die dus bestaan, worden dat soort woorden gewoon niet meer gebruikt. Dat soort aanspreekvormen. Okay. Dus alle traditionele gezinsconstructies en aanspreekvormen, die verdwijnen allemaal. Mm-hmm. En dus ook dan zie je, dat is een hele leuke documentaire, moet je maar even kijken op Vice. Dan zie je inderdaad dus kleurplaten van Disney sprookjes, maar dan herschreven. Dus dan is ineens Cinderella, die heeft ineens superheel de pak aan. Mm. Of weet je wel, Don Roosje is getrouwd, niet met een prins, maar die zegt dan, nee, weet je wel, jij hoeft me niet wakker te kussen, ik red mezelf. Weet je wel? En dat soort dingen, dat soort sprookjes, waar ik altijd als kind gewoon van genoten heb en helemaal niet iets politieks in zag of zo. Mm-hmm. Of onderdrukking van een vrouw. Mm-hmm. Die worden dan nu ineens weggezet als heel kwalijk. En alsof die stereotypical gender norms in stand zouden houden. Terwijl ik denk van ja, je hebt gewoon hier een heel mooi sprookje voor je met Don Roosje die wakker gekust wordt door een prins. En dat is dan harassment, weet je wel. Dat is dan een me too. Mm-hmm. En dat, die kinderen die krijgen dat allemaal mee. Dat zijn jonge kinderen die hier dus totaal geen eigen gedachten over kunnen ontwikkelen. Die worden gewoon op die manier opgevoed. Mm. Dat is natuurlijk tot op bepaalde hoogte altijd zo, hè? Dat je op een bepaalde manier wordt opgevoed door je ouders. Maar dit is natuurlijk wel een soort een idee dat niet in het grote deel van de wereld heersend is. Mm. Het grootste deel van de wereld gaat gewoon bij man en vrouw. Mm. En ook in het Westen is dat nog steeds wel natuurlijk de norm eigenlijk, hè? Dus je kan je afvragen van ja, het is heel vreemd om mensen in een school te gooien waarbij je die genderideologie eigenlijk als leidraad neemt. Zijn het publieke scholen of zijn het private scholen? Of, dat weet je niet. Ik heb geen idee hoe dat in Zweden zit. Maar ik weet wel dat je kan in ieder geval bij Vice kan je even die documentaire kijken. En het is heel beeldend. Zeg maar, je ziet echt wel het idee erachter. En hoe heet het wordt steeds groter. Volgens mij heet die documentaire iets van genderneutrale opvoeding. Genderneutrale opvoeding. Ik denk als je Vice, genderneutrale opvoeding, Zweden, googelt, dan kom je er wel uit.
Ik denk dat er wel enigszins wat te zeggen is voor het openstellen van jongens om zich te gedragen als meisjes, als je het zo wil noemen, en meisjes om zich te gedragen als jongens. Alleen de vraag is of je dat op die manier moet doen dat je dat eigenlijk bevordert. Dat als een jongen zich gaat gedragen als een normale jongen, dat het problematisch is, want hij valt in stereotype genderrollen en hij moet. Yeah. Hij moet het volledige brede scala aan mogelijkheden doorgaan. En als meisje moet ze het brede scala aan mogelijkheden doorgaan. Yeah. En misschien als ze oud genoeg is, mag ze zelf beslissen. Yeah. Of ze huisvrouw wil worden of een CEO. Ja. Yeah. Oké. Mijn andere vraag is dus... Is er een heil in die discussie? Dus worden er wel dingen... is er iets in die discussie wat waardevol is om vast te houden? Nou ja, kijk, ik ben in principe natuurlijk voor eigen ontwikkeling en eigen vrije keuze om je pad te begaan zoals jij, of de fouten te maken of weet je wel, die jij moet maken. Dus ik zou dat natuurlijk niet tegenwerken. Dus iedereen heeft volgens mij gewoon, nou, ik wil niet zeggen het recht, maar iedereen zou zich natuurlijk moeten kunnen ontwikkelen tot de mens die is. Mm-hmm. Maar inderdaad, dit soort haast propaganda, hè? Dus dat het, en ook de andere zijde van de medaille, dus dat mensen die gewoon zeggen van ja, nee, ik ben gewoon man. En ik vind bepaalde hele mannelijke eigenschappen daarbij horen of leuk. Gewoon bier drinken, motoren en bikini vrouwen kijken. Nou ja, en dat dan, weet je wel, automatisch fout is. Of dat er dan wordt gesproken over toxic masculinity. Nou ja, dat zijn dingen waar ik dan niet zo... Ja, kun je dat even uitleggen? Wat is toxic masculinity? Nou, iets wat volgens mij niet echt bestaat. Oké. Okay. Nee, ja, ik vind dat een term van, ik denk, ja, hou op. Er zijn heus wel mannen die toxic gedrag vertonen. Maar als je het hebt over toxic masculinity, ja, dan volgens mij bestaat er dan ook toxic femininity. En ik wil eigenlijk niet echt graag in dat soort termen denken. Okay. Dus het idee dat mannen... ik denk dat er heel veel feministen zijn die dit heel anders zullen uitleggen. Maar het idee dat bepaald mannelijk gedrag per definitie giftig is, of inderdaad dus heel patriarchaal zou zijn en onderdrukkend voor vrouwen. Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik denk ook dat gewoon een manier is om mannen een beetje zo aan de kant te zetten. Van, oh, dat is allemaal toxic masculinity. En elke man is tegen vrouwen. Mm. En, ja, ik geloof daar niet in. Is dit het verhaal van... Want vorige keer had je het ook over die witches. Ja, oh ja. Ja, dat ja. is... daar ben ik echt heel benieuwd naar om daar over te praten. Want dat klonk echt geweldig. Ja, je ziet dus echt een beetje inderdaad... in de dark outskirts of the internet... zie je allerlei verschillende groepen dus opkomen. Hè? Dus je ziet echt een soort gender war. Nou, je zult er waarschijnlijk ook wel beelden van hebben gezien... van aan de ene zijde de hele boze feministen... en anderzijds dus heb je dus mannen die zeggen van... nou, oké, in deze maatschappij, we go our own way. Dat is letterlijk een mannenbeweging. De MGTOW's, the men who go their own way. Die zijn eigenlijk het zo zat, die feminisering van de maatschappij... en hoe zij altijd bestempeld worden als fout door de linkse feministen... dat ze zeggen van, nou, wij hebben geen vrouw meer nodig. Wij gaan helemaal onze eigen koers. En je hebt dus aan de andere kant heb je dus ook vrouwenbewegingen... die eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus die zeggen van, ja, al die toxic masculinity... en al dat patriarchaat en weet je wel, power to the women. Wij hebben geen man nodig, dus wij gaan ook our own way. En dan wordt er dus eigenlijk worden er groeperingen gecreëerd... die dus helemaal los van elkaar... verder willen. Lijkt me niet heel handig voor de voortzetting van de mens. Ja. Als je inderdaad mannen hebt die dus vrouwen verachten en vrouwen die mannen verachten. En want zoals ik het vorige keer vertelde, dacht ik dat die mannenbewegingen een reactie waren op die witches. Volgens mij zijn die witches zijn redelijk nieuw, maar die mannenbewegingen zijn in ieder geval een hele duidelijke tegenreactie op de derde, vierde stroom feministen. Okay. Dus wel inderdaad dus ook weer tegen... En dat zijn natuurlijk de feministen die heel erg die identity politics ook omarmen. Hè? Ik heb dat eigenlijk altijd zo gezien. Dat die vrouwen niet per definitie vrouwenrecht als hun agenda hebben... maar eigenlijk meer een soort identiteitspolitiek... of in ieder geval een diversiteitsagenda hebben eerder dan echt... Echt feministisch zijn. Ja.
En dat zijn de derde en vierde golf feministen. Ja, ja, zo zou je het een beetje zo kunnen... En wat onderscheidt de vierde golf feministen van de derde golf feministen? Nou, volgens mij, ik weet ook niet precies hoor, want er zijn er een heleboel. Maar volgens mij is het inderdaad zo dat die vrouwen... Het wordt eigenlijk steeds meer, het gaat eigenlijk bijna steeds meer af van een echte vrouwenagenda. Het wordt steeds breder. Dus je ziet steeds meer argumenten die eigenlijk meer gaat inderdaad over diversiteit. En over de LGBTQI community en dergelijke. En nou ja, het is eigenlijk een heel, heel ander soort agenda dan wat je misschien bij de eerste golf feministen die dus zoiets hadden van wij strijden voor kiesrecht, et cetera. Dat lijkt niet eens meer op elkaar. Het is echt, ik zie een heel soort ander soort vrouw als je daarnaar kijkt. Hele andere overtuiging, hele andere agenda's. En wat is het gevaar van die vierde golf? Of zou je dat een gevaar noemen? Dus wat hebben die vierde golf, derde golf of de problematische feministen die je nu benoemt verloren wat in de eerste golf wel aanwezig was? Je noemde al het feit dat ze... De nieuwe golf eigenlijk helemaal geen vrouwen-emancipatieagenda, eigenlijk een diversiteitsagenda. Zit daar nog iets meer achter? Nou ja, ik denk dat het sowieso, inderdaad, zoals we net al een beetje grappend zeiden, niet zo goed is voor de voortzetting van het menselijk bestaan is als mannen en vrouwen zich helemaal van elkaar gaan afscheiden. En ik denk, ik snap wel waar die reactie ook van die mannenbewegingen vandaan komt. Dus... ik denk dat we allemaal... En even trouwens, als je zegt dark outskirts van het internet, dan denk ik echt gewoon aan 4chan en Paul en B en dat soort outskirts. Of bedoel je iets anders? Nou, je kan ook gewoon, volgens mij heeft Vice en zo en BuzzFeed hebben ook genoeg van dit soort, dit soort verhalen. Maar die, ja, dat wordt eigenlijk heel erg genormaliseerd ook. Hè? Dus dat soort, die hele, ja, bijna militante vrouwenagenda. Dus inderdaad de slutwalks en... De wat? Ja, google het maar een keer. De slut... Slutwalks, ja, slutmarches en zo, dat heb je allemaal. Dat is dan in Amerika meer hoor dan hier. Ja. Maar daar heb je inderdaad dus hele groepen vrouwen die echt half naakt over straat gaan en dan zeggen van ja, je kan mij alles noemen wat je wil, slut, dit of dat. Maar ik... of die dat eigenlijk soort van bijna gaan accepteren. Dus dat is een soort geuzennaam dan zegt van oké, ja, wij zijn dat en we're proud of it. Ja. En nou ja, ik kan me niet voorstellen dat dat echt heel veel te maken heeft met echte problemen waar heel veel vrouwen in de andere delen van de wereld bijvoorbeeld echt nog steeds mee te kampen hebben. Die vrouwen die gaan dan de straat op, schreeuwen over hoe Trump en zo allemaal heel ernstig is, maar die hoor je geen seconde spreken over zo'n Asia Bibi bijvoorbeeld. Mm. En dat is denk ik mijn grootste probleem met die feministen. Het feit dat ze, ja? Ja, dus dat ze dus heel erg, vooral in mijn ogen, heel erg anti-man zijn. Mm-hmm. En heel veel schreeuwen dus over problemen van, ik denk van ja, waar ik in ieder geval me niet in kan vinden. Mm-hmm. En dat dan ook nog eens heel selectief doen. Dus dan daar wel over praten en Trump bijvoorbeeld echt... heel erg verschrikkelijk vinden. Het ergste wat de vrouw ooit is overkomen. Maar dan inderdaad is over echt hele grove vrouwenrechten schendingen. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in Afrika. Daar blijft ze stil over. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar de echte vrouwenrechten geschonden worden. Nou ja, je zou in ieder geval kunnen zeggen. Dat zijn volgens mij wat kernachtige mensenrechten inderdaad. Ja. Die daar worden geschonden. Dat is wel wat anders, denk ik, dan... dan wat je kan zeggen van Trump of zo bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Volgens mij wat ik hoor is, je bent helemaal niet anti-feministisch of iets dergelijks. Je vindt gewoon dat de feministen die hier in het Westen, of een groot deel van de feministen die hier in het Westen zich afzetten tegen bepaalde zaken, niet de juiste zaken aanpakken. Ja, nou ja, je kan bijna niet meer zeggen, ik zou ook eigenlijk niet meer willen zeggen, ik ben een feminist. Mm. Omdat het feminisme waar mensen nu zeg maar, tegenaan kijken, wat wij zien, hè, dat is iets waar ik me zo niet mee identificeer, om maar even een leuk woord te noemen. Ik zou mezelf inderdaad geen feminist meer willen noemen. Dit is niet een groep vrouwen waarvan ik zou zeggen, daar schaar ik mij achter. Mm. Absoluut niet, nee. Ja, dus dan kan je zeggen, is die term nog gekaapt? En ben ik dus eigenlijk wel een feminist of niet? Nou, in de praktijk komt het eigenlijk er dus op neer dat ik dat dus niet meer zou willen zeggen. Dat ik een feminist ben. Dat is een goede inderdaad. Is die term wel gekaapt en doordat jij het niet wil zijn, ben je het dan eigenlijk wel?
Of tenminste, doordat je jezelf niet zo wil noemen, ben je dan... Want je noemt wel vrouwenrechten. Je zegt wel van, hey, dit zijn niet de echte vrouwenrechten. Dit zijn niet echt de problemen voor vrouwen waar jullie voor strijden. Hier, Asia Bibi, in Iran, in Irak, daar zijn echt de vrouwen problemen wat vrouwen hebben. En dat is een zeer feministisch argument wat je aan het maken bent. Ja, misschien. Dan ben jij misschien ook wel een feminist, of niet? Ja, precies. Ja. Ik bedoel, kijk, dat je bijvoorbeeld dingen als vrouwenbesnijdenis veracht. Mm. Ja, dat ik hoop dat een heleboel mensen dat zo zien. Mm. Maar... Willen die mensen zich dan ook een feminist noemen? Nee, omdat wij precies weten hoe je gezien wordt als je jezelf feminist noemt. Mm. Dan zie je inderdaad dus de boze, schreeuwende vrouwen op de slutmarches en zo rondlopen. Mm. Nou ja, ik had vandaag ook wel, dat is wel grappig misschien om even te noemen. Oh, sorry. Ik had gisteren een tweet ook. En dat ging over een verhaal, een ode, die Elfie Tromp had geschreven en ook had verteld op de radio, op Radio 1. Mm-hmm. En die ging over Shirin Moussa. Ik weet niet of je haar toevallig kent. Ja, ja. Nou, ik heb ook wel eens ontmoet. Nou, zij doet heel goed werk, inderdaad, voor Fun for Freedom. Mm-hmm. En zij strijdt bijvoorbeeld tegen huwelijksgevangenschap. En zij heeft een hele goede actie gehad, ook in Rotterdam een tijd geleden. Ja. Ik heb haar een beetje bestudeerd, ook voor mijn scriptie. Ik heb een scriptie geschreven over sharia-rechtbank in Engeland. Mm. En zij heeft in Nederland echt ontzettend goed werk gedaan. En zij was eigenlijk de eerste vrouw die in Nederland naar de burgerlijk rechter is gegaan met dit probleem. Dus zij had een man die niet van haar wilde scheiden. Mm. En in de islam is dat dus, in de sharia althans, is dat moeilijk. Mm. Een vrouw heeft veel minder mogelijkheden om te scheiden. Dus dan is dus het antwoord is dan altijd, oké, die vrouwen hebben dus rechtbanken, sharia rechtbanken nodig, waar ze dan naartoe kunnen om een echtscheiding te vragen. Want voor een man is dat heel anders. Die kunnen dat op eigen houtje doen. Ja. Dus het argument is, de sharia-rechtbank hebben we nodig om te zorgen dat zij vrijheid hebben ontscheiden. Ik denk dat het een van de soort engste drogredeneringen zijn die je maar kan verzinnen. Want dan heb je dus, dan zeg je, oké, een systeem waarin vrouwen afhankelijk worden gemaakt van in eerste instantie dus een man of ze een echtscheiding mogen, ja of nee. Dat verplaatsen we dan even naar een rechtbank waar ze ook heel discriminator worden behandeld. Mm-hmm. Want dat is zo bij die rechtbanken. Je kan daar documentaires ook over zien. Machteld C. heeft daar een uitstekend boek over geschreven. Dus het idee dat je dan zegt van, we maken dan vrouwen maar weer hiervan afhankelijk om ze te emanciperen, dat lijkt me een drogredenering van de bovenste plank. Mm-hmm. Maar Shirin Moussa die heeft dus bijvoorbeeld al aangetoond dat eigenlijk niet nodig is. Want zij is in Nederland naar de burgerlijke rechter gegaan. En die rechter hier heeft toen een dwangsom opgelegd op haar man. Mm-hmm. En heeft gezegd van, elke dag die voorbij gaat dat jij niet haar die echtscheiding gunt, die religieuze echtscheiding, komt er extra som bovenop die jij moet betalen. Nou, binnen 2 dagen of zo was het over, weet je. Dus heel effectief. Mm. Dan heb je dus helemaal niet dat idee dat een vrouw dus naar een sharia-rechtbank zou hoeven. Mm. Dus zij doet hele goede dingen. En hoe is dan die religieuze echtscheiding tot stand gekomen? Want hoe kan een Nederlandse rechtbank dat dan doen? Of? Nee, ja. Inderdaad, dat is een beetje lastig. Het is juridisch een beetje lastig, maar dat religieuze huwelijk, dat is niet geldend voor een Nederlandse rechter. Uh-huh. Dus hij kan daar in principe ook niet een echtscheiding voor geven. Dat zou ook binnen de cultuur ook niet worden geaccepteerd. Ja. Hè? Want je moet natuurlijk gewoon van de bevoegde persoon, hè, dus een echtscheiding krijgen. En in dit geval zou dat dus dan een imam zijn. Uh-huh. Maar die rechter kon wel zeggen, hey man, echtgenoot, zolang jij dat niet doet, krijg je van mij een dwangsom. Uh-huh. En voor een echtgenoot, voor die mannelijke echtgenoot, is het dus niet zo moeilijk om dat te doen. Hij hoeft het talak uitspreken, dus 3 keer te zeggen, ik scheid van jou en dan is het klaar. Hmm. Nou, en dat heeft hij dus met een beetje dwang dus uiteindelijk gedaan. Hmm. En dat lijkt me een betere oplossing dan zeggen van, moeten vrouwen dan toch maar naar dat soort sharia-raden sturen en een parallel rechtssysteem creëren in onze maatschappij. Zoals in Engeland eigenlijk is gebeurd. Dus er zijn er nu al meer dan 100, geloof ik. Van dat soort sharia-rechtbanken. En wat is het effect van die sharia-rechtbanken? Dus dat vrouwen juist meer afgesloten worden? Ja, ik zou zeggen van wel. Sowieso, om maar aan te geven bijvoorbeeld. Nou, in het geval je zegt, ik zou zeggen van wel, maar dat is lastig hier. Want hier zou je empirisch onderzoek voor moeten hebben om dat aan te tonen. Mm-hmm. Als het leidt dat meer vrouwen kunnen scheiden. Dan alsnog is het, zou ik zeggen, ja inderdaad, je moet geen sharia rechtbanken ernaast doen, maar dan heeft het dus wel een netto positief effect gehad voor die vrouwenlevens.
ja, denk ik. Maar als het de enige optie is, dan hebben vrouwen ook geen keus. Dus zeg maar, dit is nu de optie die er wel is, die geaccepteerd is in Engeland. Mm. In Nederland is die dus niet nodig. Mm. Maar, om maar aan te geven, vrouwen die daar naartoe gaan, die betalen eerst £400 voordat er überhaupt een uitspraak kan worden gedaan. Okay. Of je die echtscheiding nou krijgt, ja of nee. Ja. Nou, dat is al stap nummer 1 waar je zou kunnen zeggen, is niet heel erg oké. Mm-hmm. Is vrij, is, weet je wel, vrij naar. Ja, als je die £400 niet kan krijgen, dan kun je er ook niet heen dus. Ja, kan je er niet heen. En dan vervolgens word je daar, nou, er zijn dus documentaires over, undercover documentaires, wordt zo'n vrouw daar blootgesteld aan vragen waarvan je denkt, hoezo dan? Dus dan wordt er bijvoorbeeld, die BBC heeft hier een hele goede documentaire over gemaakt. Dan zie je een vrouw die wordt gevraagd van, oké, maar kook je wel goed voor hem? Hmm. Voor je man? Heeft hij eigenlijk wel, ben je wel een goede vrouw voor hem? Want weet je, zij zei van, ja, mijn man die slaat mij. Hmm. Maar ja, doe jij dan niet slechte dingen waardoor jouw man jou inderdaad mag slaan? Hmm. Nou, dat soort vragen, die worden dus gesteld aan vrouwen die daar komen voor een echtscheiding. Ik kan me niet voorstellen dat je dat als een echte goede oplossing kan aandragen voor zo'n probleem. Ja. Dus inderdaad. In die zin zou ik zeggen, dat los van wat het uiteindelijke effect is, is de manier waarop die rechtbanken ingezet zijn en de manier waarop die rechtspraak uitgevoerd wordt, mm-hmm, en de vragen die gesteld worden, is het onwenselijk om dat te hebben. Ja, naast het feit dat ze natuurlijk ook nog eens een soort parallel rechtssysteem vormen. Mm-hmm. Dus er bestaat gewoon een rechtssysteem wat dus buiten toezicht en zo functioneert. Mm-hmm. Binnen een andere staat, binnen een rechtsstaat waar gewoon, zeg maar, de nationale wet geldt. Ja. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid. En kun je daar iets meer uitleggen hoe dat precies zit? Wat het probleem daarmee is? Ja, dat is wel heel technisch juridisch allemaal. Maar je kan je natuurlijk in feite gewoon voorstellen dat er in een bepaalde natiestaat wetten gelden voor iedereen in die staat. Mm-hmm. En dan komt er dus nog, daar heb je dus ook een rechtbank waar je naartoe kan. De nationale rechter, de burgerlijke rechter of de civielrechter. En dan wordt er dus een systeem gecreëerd dat daar helemaal naast functioneert, waar ineens andere wetten gelden. Mm. Dus daar geldt de sharia. Dus dan heb je in één staat, in één nationale staat, in één rechtsstaat, heb je dus ineens twee rechtssystemen die afhankelijk van elkaar functioneren, dus parallel. Mm. Nou, dat is gevaarlijk voor de rechtszekerheid, in die zin dat je dus dan niet meer met zekerheid kan zeggen, dit is de nationale wet die gewoon hier overal geldt en die wordt toegepast in rechtbanken van de staat. Nee, we hebben ook nog andere en daar gebeuren hele andere dingen. En daar worden dus bepaalde conflicten op een hele andere wijze opgelost die misschien wel strijdig zou zijn met de nationale wet. Ja, dat is de vraag die ik wel stelde. Kun je dat probleem van rechtsonzekerheid niet oplossen door te zorgen dat er geen conflict kan zijn met die parallele rechtspraak en de algemene rechtspraak? Ja, ik ben bang dat dat moeilijk wordt als je de sharia naast onze grondwet bijvoorbeeld zou houden. Ik denk niet dat je daar heel veel... Ja, dat er heel veel aan elkaar te lassen valt, zeg maar. Oké. Je had over Shirin Moussa voor het... We draaien helemaal af. Inderdaad, even een excursus over haar werk. En hoe ze dus hele belangrijke dingen dus doet voor vrouwen in huwelijksgevangenschap. In Nederland? Of ja, in Nederland. Ja. Ze zelf was het ook internationaal project toen, maar in ieder geval in Nederland. En daar is zij, daar wordt ze ook voor geprezen door veel mensen. Dus zo ook bijvoorbeeld gisteren door Elvie Tromp. Zij had op Radio 1 had ze een ode gegeven aan Shirin Moussa. En een van de eerste dingen die ze zei was... Ja, Shirin die dus wel daadwerkelijk vrouwen helpt anders dan Ayaan Hirsi Ali. Dat was ongeveer een van de eerste dingen die ze zei. En ik keek daar toen naar en toen dacht ik van... Hoezo is dit nou weer nodig? Dat je dus dan zegt, oké, ik ga één vrouw prijzen voor het werk dat ze doet. Mm-hmm. En dan... Terwijl ik dat doe, ga ik nog even een mes in de rug steken van Ayaan Hirsi Ali, die overigens zelf met risico voor eigen leven al jarenlang vecht ook voor vrouwenrechten binnen de islam. En wat was het idee daarachter dan? Wat wilden ze daarmee bereiken? Nou, weet ik niet. Ik denk dat gewoon eigen politieke overtuiging is. Dus dan even, zeg maar, als je dan kan, Ayaan Hirsi Ali nog even een trap nageven. Ja. En ik vind dat wel schokkend, weet je. En dan hebben we het heet over female solidarity. En dan krijg je zoiets, ja. Ja, en dan krijg je dat. Maar je wilde vertellen over een tweet die je had gelezen, of eruit had gestuurd hierover? Ja, dat ging over dit. Dus dat ging inderdaad dus over dit idee. Dus dat je dan inderdaad dus, het nodig vindt om één iemand aan te prijzen over de rug van iemand anders. Dus iemand die jou dus dan niet helemaal bevalt. Mm-hmm. Dus, mijn vermoeden is natuurlijk omdat hij initiali dus rechts is.
vervolgens ging namelijk Elvie Tromp ook verder over... Dus de emancipatie van de vrouw, de islamitische vrouw. En dat heel rechts Nederland daar maar al te graag over kankert. Nou ja, als je dat soort bewoordingen gebruikt, dan maak je volgens mij al duidelijk waar je staat. Maar dus, wat bedoelen ze dan dat heel rechts Nederland daar graag over kankert? In de zin dat heel rechts Nederlands het daar maar over heeft? Als, of... Ja, ik denk het. Ze zei iets van waar heel feministisch Nederland van droomt. Hè? Dus wat Shirin Moussa allemaal voor elkaar krijgt. Mm-hmm. En dus die emancipatie en rechterlijke gelijkheid van vrouwen binnen de islam. Oh, ja. Okay. En waar rechts Nederland heel graag over kankert. Dus blijkbaar, als je dus rechts bent en je hebt het over, je vindt de emancipatie van vrouwen binnen de islam belangrijk, dan ben je aan het kankeren. Mm-hmm. Nou, mm-hmm. Dat soort framing, ik vind dat heel onbegrijpelijk. Ja. En ik ben aan het denken of ik daar iets van waarde in terug kan vinden in wat ze zegt. Want ik vind het lastig om te zeggen rechts-Nederland. Want dan vind ik, zeg maar, links-Nederlands doet dit en rechts-Nederlands doet dit, is altijd een problematische stelling. Maar het lijkt wel zo te zijn dat veel mensen op dit moment de problemen binnen de islam aankaarten. Die terecht zijn, maar ze aankaarten zonder eigenlijk precies te weten waar ze het over hebben. Mm-hmm. Dus het is een soort van troop geworden om dat te doen. En dat is heel goed. Ik denk dat gedaan moet worden. Ik weet niet zo goed wat het punt ik hier wilde mee maken. Ik wilde iets vinden wat van waarde in wat er zijn, maar ik kon niet vinden. Dus there you go. Laten we maar zitten. Zullen we het over FVD hebben? Hoe je daarbij gekomen bent en wat je aantrekt in hun standpunten. Mm-hmm. Dat eigenlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik ben, zoals ik dus al zei, niet verbonden met FVD verder. Ik heb inderdaad wel op ze gestemd ook. Ik ben terechtgekomen bij Forum voor Democratie voor de eerste keer voordat ze een politieke partij waren. Mm-hmm. Nog voor de verkiezingen. En dat was eigenlijk ook via dus mijn scriptieonderwerp. Mm-hmm. Want Paul Cliteur die gaf een lezing in het hoofdkwartier nog toen van Forum voor Democratie. En ik wilde daar graag heen. Want Macht tot Zee, die ik dus had gelezen en had onderzocht ook en gesproken voor mijn... Voor mijn scriptie, die is gepromoveerd bij hem. Mm. Net als Thierry Baudet dus. En ik ben daar toen heen gegaan. Hij had een publieke lezing. En dat was voor mij dus de eerste keer dat ik daar was. En dat was toen echt een soort verademing. Dat ik dacht van, oh, ik kom van de universiteit. Het beeld wat ik eerder geschetst heb. Mm. Waar je dus uitgemaakt wordt voor xenofoob, racist, nazi, weet ik wat allemaal. In een groep mensen die... heel vrij uitspraken over problemen waar ik dus het ook heel graag over wil hebben, maar eigenlijk niet over kon hebben. Mm-hmm. Dus dat was in eerste instantie dat ik echt dacht van, oh wauw, dit bestaat dus. Ja. En dit zijn ook gewoon mensen die hier wel echt iets over weten ook en gewoon hier rustig over kunnen praten met elkaar. Dus dat was voor mij was dat best wel een frisse wind. Mm-hmm. Destijds. En ja. Welke problemen zijn dat precies? We hebben nu al het probleem van feminisme een beetje aangekaart, transgender, een beetje in de islam. Trouwens niet per se de islam zelf, maar een aantal elementen binnen de islam. Ja. Zijn er nog andere dingen? Ja, de immigratie bijvoorbeeld. Immigratie, ja. EU, daar mm-hmm. zouden we het over kunnen hebben. Dus en de democratie. Mm-hmm. Dus ik denk dat Forum op die drie punten bijvoorbeeld hele interessante stellingen heeft. Die tot voor kort, dankjewel. Ja. Nog niet echt bespreekbaar waren. En je kan nu denk ik al merken dat dat steeds meer wel gebeurt. Mm. Dus ik denk dat... Alhoewel ik wel niet zou willen zeggen dat het op een goede manier gebeurt. Mm. Het is nu nog steeds wel of voor immigratie of tegen immigratie lijkt het binnen het debat. Dus het wordt wel nog steeds op die manier geframed. Of je bent... Het immigratiedebat is een interessante, omdat dat heel veel te maken heeft met de soevereiniteit van naties, soevereiniteit van grenzen, maar ook binding van een cultuur binnen een natie. En het gevoel wat ik heb is dat de twee kanten van het immigratiedebat verschillende vragen aan het stellen zijn, waardoor het heel moeilijk is om overeenstemming te hebben en een debat te voeren. De ene kant stelt de vraag, hoe kunnen wij zorgen dat wij mensen zo goed mogelijk kunnen helpen? Mm-hmm. En aan de andere kant staat de vraag, hoe zorgen wij dat wij onze eigen identiteit behouden?
Ja. En het lijkt alsof die twee vragen met elkaar in debat gaan en daardoor er niet echt goed uitkomen om een goed gesprek te hebben daarover. Ja, ja. Ja, dus je bedoelt een beetje zeg maar, het humanitaire argument standaard tegen het culturele identitaire argument. Of? Ja, het maakt hem zo wel iets harder, maar ik denk dat je het wel zo kunt stellen, ja. Maar het gaat niet per se om de argumenten die gemaakt worden, want iemand die de vraag stelt hoe bouw ik mijn identiteit, kan ook een humanitair argument geven en ook mm-hmm. het identitair argument geven. Maar dat is de kapstok waaraan ze die argumenten en stellingen aan hangen. Dus FVD is naar mijn idee heel sterk voor het behouden van onze identiteit en alleen maar zorgen dat we onze identiteit als Nederlanders versterken. En we hoeven niet de hele wereld te redden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk denk ik wel een kernstelling van FVD. Ja, kun je daarin vinden? Jawel, ja. 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 En een GroenLinks'er zou denk ik zeggen, wij hebben de verantwoordelijkheid, omdat we het zo goed hebben, om zoveel mogelijk mensen te helpen die we kunnen helpen. Ja. Ja, zou ik daar gewoon even wat ik daarvan denk, zeg maar, op ingaan? Ja. Oké, nou, ik denk, om maar even beginnen dan met het GroenLinks-argument, dus dat wij de verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ik vraag me dan af, help je mensen daadwerkelijk? Dus bijvoorbeeld het idee, hè, dus van als je zegt van nou, wij gaan door met hele grote aantallen immigranten toelaten in Europa. Mm-hmm. Maar we hebben dus al gezien dat dat heel veel druk zet op bijvoorbeeld de verzorgingsstaat. Mm-hmm. En als dat heel veel druk zet op de verzorgingsstaat, en dat heeft dus weer hele kwalijke gevolgen voor zowel allochtoon als autochtoon in de long run, wie ben je dan eigenlijk aan het helpen? Mm-hmm. Dat is natuurlijk sowieso een praktische vraag. Mm-hmm. Dan is natuurlijk het andere argument inderdaad is de maatschappelijke onrust mm-hmm. die er plaatsvindt. Omdat we dus gezien hebben dat de integratie eigenlijk niet zo goed slaagt. Mm-hmm. Wie help je dan vervolgens inderdaad? Dat is ook nog mm-hmm. een aspect. En ook het idee hè, dat je dus dat migratie nu bijvoorbeeld dan met het Marrakesh-pact als een mensenrecht wordt bestempeld. Mm-hmm. Dan kan je je afvragen van ja, maar hoe goed is dat nou eigenlijk voor bijvoorbeeld een continent als Afrika? Mm-hmm. Dus we zien dat heel veel jonge mannen voornamelijk vertrekken mm-hmm. vanuit bijvoorbeeld Centraal-Afrika om een weg naar Europa te vinden. Vaak economische vluchtelingen. Mm-hmm. Al die jonge mannen, al die resources, die vertrekken dan dus uit Afrika naar Europa. Mm-hmm. Dus hoe ga je dan een continent dat inderdaad nog in ieder geval op technologisch bijvoorbeeld gebied achterloopt. Hoe ga je dat dan opbouwen? Hoe zorg je dat het daar beter gaat als iedereen daar vertrekt? Mm-hmm. Dus ik vraag me af of het inderdaad echt wel zo humanitair is wat GroenLinks voorstelt. Mm. Dus dat idee van kom maar hier allemaal, want wij begrijpen dat je het hier fijner hebt. Mm-hmm. Ja, daar kan natuurlijk iedereen kan dat wel begrijpen. Weet je? Iedereen kan wel denken van, oh ja, ik zit ook liever in Europa. Waar ik meer middelen heb dan in Afrika. Ja, ja. Laten we even de naam GroenLinks ervan afhalen. Mm-hmm. Want ik weet niet of het per se de ja, we kunnen sowieso wel buiten Forum en GroenLinks. Ik ben er wel voor. Ja, ik voelde mezelf ook inderdaad verdacht. Oh, misschien moeten we niet per se zeggen, dit is GroenLinks en dit is FVD. Ja. Maar we begrijpen in ieder geval welke uiteinden van het spectrum we het over hebben. Ja, zeker. En dat argument waardeer ik ook heel erg, omdat het losgaat van het moralistische karakter van het debat. Want inderdaad, dus het lijkt heel logisch om iemand te helpen die om hulp vraagt. Maar je argument is, ben je wel echt aan het helpen? Denk even goed na. En ja, wat zijn de langere termijn gevolgen? Ja, voor het concreet en bekijk beide partijen. Ja. En ik denk inderdaad, als er een leegloop is van werkkrachten, van welk gebied dan ook, dat leidt niet tot positieve resultaten voor dat gebied. Maar wat doe je met iemand die voor je voordeur staat? Nou ja, ik denk dat die vraag misschien al een beetje misleidend is. Mm-hmm. Want de vraag is niet, wat doe je met iemand die voor je voordeur staat? Wat doe je als je de voordeur wagenwijd opzet mm-hmm. en iedereen naar binnen komt lopen? Dat, zeg maar, snap je? Mm-hmm. Het is niet zo dat je zegt van, oké, mensen staan aan de poort te kloppen en wij gaan nu zeggen ja of nee. Maar mm-hmm. Europa heeft een beleid gevoerd mm-hmm. dat ook heel veel mensen naar Europa heeft doen trekken. Mm-hmm. Dus en dat zie je nu bijvoorbeeld. Maar wat is dat beleid? Nou ja, gewoon een open grenzenbeleid in feite. Hè. Dus het Merkel Wir-Schaffen-das idee. En nu bijvoorbeeld ook weer met het Marrakesh-pact. Daar wordt überhaupt al geen onderscheid meer gemaakt tussen
economische vluchtelingen of mensen die vluchten voor oorlog. Dus dan is gewoon migratie is een mensenrecht. Nou ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan het idee van oké, we gaan mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen. En ook natuurlijk vervolgens de volgende stap. Stel nou dat die gebieden weer veilig worden, dan kunnen ze weer terug. Daar wordt ook al niet meer over gesproken. En dat, dus snap je wat ik bedoelde? Ik snap wat je bedoelt. Ik ga nou een vraag stellen waarbij ik eerder vandaag een grap maakte dat ik ging stellen. Dus wat je wil zeggen is dat de deuren dicht moeten. Ja, daar is hij. Daar is hij, ja. Ik had dit, is wel grappig, ik had dit op Twitter ook laatst. Er zei iemand tegen mij van, naar aanleiding van die aanslag in Straatsburg. Ja. Toen werd er tegen mij gezegd van, ja, kijk, Eva die had graag gewild dat het hier ook was gebeurd, want dan had ze kunnen oproepen tot massadeportatie van alle moslims. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dat soort dingen krijg je dus naar je hoofd. Ja. Nee, natuurlijk niet. Mogelijke opmerking, zoiets natuurlijk. Niet die van jou, maar hè? Zoiets eerder. Zo'n suggestie dat ik zou willen dat hier een aanslag is, zodat ik dan kan zeggen alle moslims eruit. Nee, uiteraard niet. Maar ik denk wel dat een verstandig immigratiebeleid anders is dan het wir schaffen das dat Merkel heeft uitgevoerd de afgelopen jaren. Dus inderdaad, dat je minder mensen toelaat en dus helemaal dat je wel onderscheid maakt. Dus inderdaad, waar kom je vandaan en met welke reden ben je hier? En daar wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt. Hè? Mensen gooien massaal hun paspoorten weg voor de grens. En dan kom je in een hele moeilijke discussie, denk ik, die inderdaad raakt, denk ik, aan de kern van Europa en van het Westen. Dus die mensenrechten, die westerse waarden, die compassie waar wij allemaal voor staan, schieten we onszelf eigenlijk nu een beetje in de voet. Want, en degenen die hier komen. Ja. Mensen niet degenen die hier komen, maar de landen waar mensen vandaan komen. Zou je argument zijn. Nou ja, ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp. Maar in ieder geval, als je bijvoorbeeld ziet hoeveel mensen hun paspoorten weggooien. Omdat ze weten dat als ze stateloos zijn, dat het voor Europa veel moeilijker is om mensen terug te sturen. Maar ook landen van herkomst die per definitie zeggen, wij laten niemand meer toe. Terug. Wij ontvangen niemand meer. Dan heb je natuurlijk helemaal geen migratiebeleid. Dan zit je gewoon vast. Dan kan je eigenlijk geen kant meer op. Dus dan, als je dan vanuit dat humanitaire idee denkt, wat Europa dus dan doet, zegt van ja, maar we kunnen natuurlijk die mensen niet zomaar stateloos laten zijn. We kunnen ze niet aan hun lot overlaten. Daar wordt op ingespeeld. Dus dat is door de landen van herkomst. Ja, door landen van herkomst. En nou ja, er zijn nu ook... Waarom nemen die landen van herkomst hun mensen niet terug? Nou ja, er zijn allerlei redenen voor dat mensen dat zeggen. Maar ook omdat ze weten dat het lukt. Dus dat ze zeggen van ja, mensen die weggaan, wij nemen niemand meer aan. En mensen die natuurlijk in Europa blijven, die sturen ook heel veel geld terug naar land van herkomst. Dus in Europa, die gehoorzaamt in principe daaraan. Want wij kunnen dus vanuit humanitaire overwegingen niet heel veel anders. Dus dan zit je, dat is iets wat ik denk dat in het Westen heel vaak heel moeilijk is. Net als de vraag bijvoorbeeld, kan de democratie afschaffen? Dus kunnen onze eigen waarden, onze eigen overtuigingen, die verlichtingswaarden, die zo diep zijn geworteld in onze maatschappij, kunnen die er uiteindelijk voor zorgen dat onze eigen maatschappij ten onder gaat? Nou ja, met immigratiebeleid is dat dan dus in principe nu ook een beetje de vraag. Kan het zo zijn dat wij een migratiebeleid hebben dat onszelf eigenlijk helemaal op klem zet? Dus dat we in principe eigenlijk niet echt meer een beleid hebben. Dat je dus gewoon vastzit in bepaalde situaties. Ik denk dat het antwoord daarop ja is. Ja, dus wat je eigenlijk aan het beschrijven bent, is dat de situatie zo in elkaar zit van, wij hebben een waarde, humanitair gezien. Accepteren wij mensen die nergens anders heen kunnen, want ze kunnen nergens anders heen. En op het moment dat we erachter komen, ze komen uit Syrië of whatever, en we willen ze terugsturen, dan kan dat niet, want die landen weten dat als die mensen hier blijven, dat ze geld terugsturen. Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld een van de redenen is waarom er inderdaad landen zijn die zeggen, nou, we laten niemand meer toe terug. Die zitten dan inderdaad vast. Ja. Zou dan zo'n is het argument dan niet juist voor zo'n Marrakesh-pact om met andere landen af te spreken wat het is dat je met elkaar wil? En dat je daar, dus ik weet niet zo goed hoe dit zit, want volgens mij is het Marrakesh-pact zelf niet bindend, dus... Hoe erg is het nou, hoe groot een probleem is dit nou precies? Want ik weet dat FVD heeft het echt op de kaart gezet, dat debat. Ja. Dat zegt natuurlijk al iets, hè. Dat zo'n debat zoiets belangrijks, hè. Dus we hebben vluchtelingencrisis gehad, migratie is het thema van Europa. En dan komt er een heel belangrijk VN-pact,
waar gewoon niet over gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Wordt gewoon door de Nederlandse regering niet op de agenda gezet. Wordt ook buiten de agenda gehouden. Inderdaad, Thierry heeft er hard voor moeten werken om dat überhaupt ter discussie te kunnen stellen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar ik had bijvoorbeeld ook ik had deze discussie met mijn vriend, die dus Frans is. Mm-hmm. In Frankrijk, hij wist niet eens wat het was. Mm-hmm. Dus het feit dat dit een beetje soort van, het lijkt echt, het ziet er naar uit dat ze gewoon dachten van, we gaan dit er een beetje doorheen schuiven. Mm-hmm. Terwijl het zo'n belangrijk thema is nu, dat is toch vreemd dat dat dan niet op de agenda wordt gezet. Mm-hmm. Je zou daarvan ook kunnen denken van dat is wel een beetje apart, toch? Ja, alleen het argument was dat dit pact is niet bindend, dus zo belangrijk is het niet. Ja. Of tenminste, de gevolgen zijn niet zo vergaand om het volledig te bespreken. Ja, ik denk dat er allerlei argumenten voor zijn om te zeggen dat hoewel het daar dus inderdaad staat, want het is niet bindend, hè, mm-hmm. Zijn de bewoordingen van het pact vaak zo dat je er eigenlijk uit zou kunnen halen dat het in feite wel bindend is. Dus mm-hmm. als er bijvoorbeeld wordt gezegd van, we commit to, mm-hmm. of wij gaan sowieso dit doen, dan vraag ik me af, in hoeverre zou dit dan niet bindend zijn? Je kan natuurlijk ook nog zeggen van, via soft law, mm-hmm. zou dit alsnog door een rechter kunnen worden ingeroepen. Hoe werkt dat, die soft law? Ja, soft law. Er is dus wel eerder een zaak geweest, daar heeft Thierry het ook vaak over gehad. Dit was dat de Nederlandse staat via de rechter werd gebonden aan een klimaatpact. Mm-hmm. Dus de rechter die zei van, ook al is dit misschien niet helemaal bindend, het is soft law en ik ga jullie er toch aan houden, Nederlandse staat. Jullie moeten toch aan die voorwaarden voldoen die in dat klimaatpact zijn opgezond, want jullie hebben dat onderschreven of mm-hmm. hebben dat gesteund. Dus wat je dus ziet is dat een rechter kan in principe dus zo'n pact natuurlijk wel gewoon als leidraad, of in ieder geval ook nog echt, in dit geval was het ook echt, in werking zetten door dat daar dus te presenteren in zo'n zaak. Mm-hmm. Thierry die waarschuwt daar dan voor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van dat zal niet gebeuren. En er was ook weer sprake van een inlegvelletje, dat Nederland dan weer even zou gaan expliciet zou gaan opschrijven van, dit kan niet in rechtszaken worden gebruikt om subjectieve rechten uit te halen. Ja. Maar de praktijk leert een beetje anders. En je kan je natuurlijk afvragen van, als zo'n pact niet bindend is, waarom gaan we dat dan in de first place tekenen? Waarom willen we dan nu zeggen, wij gaan aan al deze ideeën, gaan we allemaal toch ons op een bepaalde soort manier binden of voor inzetten in ieder geval? Ja. Als het niet bindend is. Wat is daar dan de argumentatie achter? Misschien is het argument. Het probleem is dat ik het Marrakesh-pact zelf niet gelezen heb. Dus ik kan alleen maar uitgaan van wat mensen mij vertellen. Wellicht kun je zeggen, heeft een VVD of whatever in de gedachte, inderdaad, die soft laws werken. Maar wij doen alles al wat in het pact staat. Dus die soft laws kunnen alleen maar in ons voordeel werken wanneer we immigranten willen terugsturen. Of migranten of asielzoekers of whatever. Ja, volgens mij, de context van dat Marrakesh-pact en wat ik er in ieder geval uit gelezen heb en ook het idee dat ik erbij krijg, is dat pact absoluut niet daarvoor bedoeld. Mm. Dus de hele sfeer van dat pact gaat juist over meer rechten voor de migrant. Mm. Migrant, hè? Dus niet vluchteling, niet politiek vluchteling, zelfs niet eens economisch, maar gewoon de migrant in zich heel. Migratie hoort een mensenrecht. Mm. Europa moet daar ook meer in gaan faciliteren. Dus dat migratie naar Europa makkelijker wordt. Maar wel migratie via de legale wegen, toch? Want nu krijg je heel veel illegale migratie. En als je kunt zorgen dat mensen meer via legale wegen gaan proberen te migreren, kun je het beter reguleren. Ja, maar wat zouden de legale wegen dan nu zijn? Want in principe is migratie dus gewoon sowieso oké. En als Europa daar steeds maar bij moet dragen, dan is juist een argument dat ik vaak hoor, is van, dan zullen die human traffickers, die gaan helemaal booming business in, nog meer dan ze al doen. Mm. Want het wordt dus ook makkelijker om naar Europa te komen en ook om daar te blijven, om een aanvraag te doen. En bijvoorbeeld wat ook niet meer, wat in dat pak staat, is dat dus ook de journalistiek moet worden gereguleerd. Dus dat er niet te veel kritisch mag worden gesproken over migratie. Dus dat staten daar allemaal voor moeten gaan zorgen. Mm-hmm. Ik denk dat ik vraag me eigenlijk af waarom daar niet veel meer ophef over is. Dus als dat precies in die woorden daar staat, dan is het natuurlijk echt
abnormaal. Ja, stel je verzoek. Voor dat het gewoon is van, oké, nou, er is gewoon een onderwerp. We gaan gewoon even bepalen wat er een onderwerp is waar niet meer kritisch over mag worden geschreven. Mm. Of in ieder geval de staat zorg moet dragen dat daar niet kritisch over wordt geschreven. Nou, wat het onderwerp ook is, als je een beetje, zeg maar, ook historisch besef hebt, dan snap je dat is foute boel. Mm-hmm. Maar in dit geval, onze overheid gaat gewoon. En het is getekend? Ja, het is gesteund, ja. Ja. Dus mijn familie komt volgende week ook allemaal hierheen. Oh. Ja. Nou, wat ik interessant vind aan NFVD, wat ik al eerder zei, is dat moralistische karakter van dingen noemen, van zaken aangaan, laten vallen en gewoon concreet gaan kijken naar wat er aan de hand is. En dat kan ik waarderen. Mm. En ik denk dat er veel oog is voor het bewaren van culturele waarden en normen die nu wellicht in het gedrang zitten te komen. Mm. Is dat ook iets wat je aangetrokken heeft? Zeker, ja. Ik zou bijvoorbeeld willen zeggen dat die hele Zwarte Piet discussie, dat er een heel goed voorbeeld van is. Mm. Dus dat mensen, Zwarte Piet, hè, staat als het ware symbool voor de Nederlandse traditie. Mm. Terwijl die dat natuurlijk in eerste instantie eigenlijk niet was. Hè. We hebben nooit gedacht van, oh, Zwarte Piet is onze nationale mascotte of zo. Mm. Maar dat je ziet dat mensen daar dus zo heftig op reageren. Dat er zoveel aandacht voor komt. Dat er de hele blokkeerfriese zaak. Dat er mensen dus 100.000 euro ophalen voor zo'n zaak. Gewoon Nederlanders, hè. Zeg maar Nederlanders die zeggen van, wij gaan demonstreren. En dan komen ze met 10 mensen ergens een keer op het Malieveld aan. Mm. Nee, nu was het echt, heel Nederland was boos en was bereid om er iets voor te doen. Mm. Nou, waarom? Weet je, het makkelijke argument is dan van, Nederlanders, populisten, kunnen niet aan dat hun kindertraditie weggaat. Nee, natuurlijk niet. Het is iets meer, het is iets groter. Het staat symbool voor die Nederlandse traditie. En ik denk dat veel Nederlanders het gevoel hebben dat de Nederlandse traditie en de Nederlandse cultuur en identiteit veel wordt aangevallen en ook heel vaak als fout wordt bestempeld. Mm. En mensen zijn daar denk ik heel boos over. Dus het feit dat er zo hard wordt gereageerd op dit punt bijvoorbeeld, ik denk dat dat daar een heel tekenend voorbeeld van is. Ja. Ik vond de blokkeerfriese zaak vond apart wat daar gebeurde. Eén, ik was volledig eens met de uitspraak, dus ik denk dat volledig goed is. En tegelijkertijd vond ik het heel vet dat ze gesteund werden door allerlei andere Nederlanders. Mm-hmm. Ik weet trouwens andere mensen die hen steunden, want misschien waren het niet alleen maar Nederlanders. Om in hoger beroep te gaan. Want daarbij lieten mensen zien van, hey, we staan achter deze zaak en we willen dat hier. Dus het was een soort van collectieve doel wat ze achterna streefden. Ook al ben ik het niet helemaal eens met het doel, vind ik het vet dat gedaan wordt. Ik vind Nederland op z'n mooist. Ja. Heel hard zaniken, maar dan vervolgens ook daarbij wordt voelen. Ja. Dus wat zijn dan die culturele dingen die aangevallen worden, die je zou willen verdedigen, wat je zou willen behouden? Volgens mij hebben we nu voor het eerst ooit bijvoorbeeld een discussie over straatnamen. Mm. Dus dat bepaalde straatnamen mogen niet meer. Bepaalde onderdelen van onze geschiedenis zijn sowieso fout, weet je wel. Want dat is allemaal gelinkt aan ons slavernijverleden of aan het kolonialisme. En bepaalde zeehelden mogen geen standbeelden meer hebben of... Dat zijn allemaal kleine voorbeelden, maar dat gebeurt wel vaak. Mm-hmm. Dus die aanval, hè, dus, ja, heel veel schrijvers hebben het hier over de aanval op het westerse traditie of de Nederlandse traditie. Mm-hmm. Dat zie je dus steeds meer. Dus van straatnamen naar Zwarte Piet. Dat klinkt heel anders, maar het is eigenlijk hetzelfde idee. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat zie je dus veel. Dus dat de eigen traditie, of eigenlijk de normen, hè, dus ook de witte man is fout, die is altijd boos. Mm-hmm. En de straatnamen van die en die zeeheld, dat is allemaal gelinkt aan slavernij is fout. En zo'n Zwarte Piet, dat is natuurlijk ook gelinkt aan slavernij is ook fout. Dat zie je dus veel. Dat er heel kritisch wordt gekeken naar de eigen geschiedenis. Mm-hmm. En dat die eigenlijk ook moet verdwijnen. Dus dat die soort van moet worden weggeveegd. Wat eigenlijk heel raar is. Herschreven in ieder geval, ja. Ja, herschreven. Ik vind het lastig om te zeggen als je zegt dat moet gedaan worden. Er zijn mensen die daarvoor pleiten. Ja, maar met succes ook. Is dat zo? Ja, nee, dat is de grap. Zeg maar, dat vind ik denk ik het meest problematische ervan.
Dat is inderdaad waar. Ik denk dat het vaak maar hele kleine minderheden zijn die hier echt toe oproepen. Mm. Maar wel minderheden die succes hebben. Dus die eigenlijk best wel veel voor elkaar krijgen. Mm. En je kan je inderdaad afvragen van hoe komt dat eigenlijk? Als er zo'n grote meerderheid is die dat helemaal niet ziet zitten. Bijvoorbeeld zoals met Zwarte Piet. Mm. Die dat niet ziet zitten. Alleen, mijn vraag is, wat is het dat je wil behouden? Want ik denk niet dat het is dat je specifieke straatnaam wil behouden. Of specifieke... Of dat je per se wil dat Zwarte Piet blijft zoals hij altijd geweest is. Ik denk niet dat dat je argument is. Nee. Dus wat zit daaronder waar je juist wel graag met trots naar wil kijken? En met trots, laat ik zo zeggen. Ja, nou ja, het staat daar natuurlijk voor symbool inderdaad. Meer dan die helemaal individuele dingen. Maar sowieso vind ik dat een open blik op de geschiedenis heel erg belangrijk is. Dus herschrijven van de geschiedenis lijkt me gevaarlijk hoe je hem ook herschrijft. Mm. Weet je kan ook van foute dingen in je geschiedenis kan je ook leren. Dus waarom zou je dat altijd maar moeten verwijderen of uit moeten wissen, snap je? Ja. Maar binnen Nederland, ja, dat is heel breed natuurlijk. Hè? Dus wat is de Nederlandse cultuur precies? Wat is de westerse cultuur? Dan heb je het over bepaalde waarden, maar dan heb je bijvoorbeeld ook over bepaalde aspecten waarvan ik denk dat ze misschien wel wat meer gevierd zouden mogen worden. Dus dingen die we bijvoorbeeld heel goed hebben gedaan in de kunsten, of bepaalde muziek, of bepaalde historische successen ook. Waarom niet? Weet je, dat hoort allemaal bij Nederland en bij de geschiedenis van Nederland en waarom we zo zijn zoals we nu zijn. Mm. Ja, dus dat is echt heel breed. Ik vind het heel moeilijk om dat nu gewoon samen te vatten in één kleine kern van is hetgene wat ik wil beschermen. Maar ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat er een soort... dat er een steeds groter wordende aanval is op de Nederlandse cultuur. Ik denk dat heel veel mensen dat wel voelen. Mm-hmm. Dus weet je wel, een beetje dat weg met ons idee. Ja, ik denk dat je dat goed benoemt. Want het is heel lastig om te bepalen wat nou een cultuur is en waar het van afhangt en welke onderdelen essentieel zijn en welke niet. Ja, ik denk dat gewoon niet echt te doen is. Ik niet hier betogen dat ik dat allemaal kan, hoor. Dat je dat überhaupt kan, inderdaad. En ik denk dat het ook gevaarlijk is om te doen, juist. Want daarmee maak je cultuur tot iets wat statisch te benoemen is, wat in de afgelopen honderden jaren gelijk zou moeten blijven zijn geweest. Ja, en ik denk dat je dat niet kan. Je moet dus oog kunnen ophouden voor het feit dat de cultuur ook kan veranderen, inderdaad. Mm-hmm. Ja, maar als je dat al zou willen zeggen, dan kan je inderdaad betogen dat dat op organische wijze gebeurt. Mm-hmm. Maar wat we nu zien is vaak helemaal niet op organische wijze, zeg maar. Er wordt echt een agenda uitgevoerd. Mm. Dat is, ja. En dat is het problematisch. Dus er wordt een cultuurverandering beoogd op een propagandistische manier, zou je willen zeggen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja. En wat zou je kunnen vertellen wat een organische verandering van cultuur is? Oh god, nee. Maar ik bedoel meer, tuurlijk heb ik niet het idee dat een cultuur niet kan ontwikkelen. Dat bedoelde ik meer te zeggen. Dus inderdaad niet dat ik denk van, nou, als we nu, we kunnen ook al historisch gewoon beseffen dat het in Nederland er niet nu hetzelfde aan toe gaat als 200 of 300, 400 jaar geleden. Mm-hmm. Maar bepaalde ontwikkelingen die gaan redelijk organisch. Maar je ziet nu dus vrij militante bewegingen, dat bedoel ik eigenlijk meer. Mm-hmm. Die dus in ieder geval de focus op iets heel anders willen leggen. Of dus bepaalde onderwerpen een beetje willen toedekken. Mm-hmm. En dat is een probleem. Ja. Ja, en dat zie je dus op verschillende manieren. Dus je ziet vaak dat de traditie eigenlijk in feite sowieso een goed doelwit is nu. Dus bijvoorbeeld ook de traditionele gezinsstructuur, waar we het net over hadden, dat zijn allemaal voorbeelden daarvan. Mm-hmm. Dus dat inderdaad is in Zweden gewoon een moeder, een vader en twee kinderen of zo, dat dus niet zou mogen. Dat je dat überhaupt niet eens meer mag laten zien op zo'n kindergarten. En dat het per se een gemengd, dat door een roosje slecht is. Dat zijn allemaal, snap je, het zijn allemaal symptomen of allemaal voorbeelden van iets wat eigenlijk uit hetzelfde idee voortkomt. Mm-hmm. Kun je dat idee benoemen? Of hebben we dat al benoemd? Dus inderdaad is de weg met ons, weg met ons idee. Oikofobie. Dus ik ga het niet zeggen. Waarom niet? Waarom niet? Kijk, ik ga het niet zeggen omdat ik niet de hele tijd wil van, oh, kijk, dit is wat Forum zegt, dus dat vind ik ook. Dit zo, is wat Forum zegt. Oké, dat wilde ik je niet in. Het is ook nog een Scruton die dat volgens mij eerder heeft gezegd ook nog. Eerder dan Thierry. Mm. Oké. Maar cool. Nee, ik wil je niet in die hoe noem je dat?
Nee, het is meer om de tendens, zeg maar, te illustreren. Ja, duidelijk. Ja. We noemden net een paar onderwerpen. We hebben het over immigratie gehad, we hebben het over culturele identiteit gehad. Mm-hmm. Er was nog iets anders wat belangrijk was, wat ik helemaal vergeten ben. Europese Unie. Europese Unie. Mm. Maar dat ging, daar hebben we het even over gehad qua met op immigratiebeleid. Wat vind je van de EU dan in het algemeen? Nou, ja, ik ben er niet zo. Nee. Ik ben niet zo'n fan van de Europese Unie. Nee. Ja, ik weet, we kunnen daar nu wel een heel, heel technisch verhaal over hebben als je wil, maar... Oh ja, graag. Ja, nee, ja. Nou, ja, ik dus het liever niet. Oh, liever niet, oké. Okay. Nee, ja, kijk, ik denk dat we het wel overal zien dat er dus nu een bepaalde verschuiving plaatsvindt. Mm-hmm. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld in Oost-Europa en in Zuid-Europa mensen als Salvini en Orban die opkomen. Ik denk dat er nu wel weer een soort beweging aan het plaatsvinden is die dus meer... weer teruggaat, of eigenlijk groeit, hè, naar die natiestaten. Mm-hmm. Dus hoe snel dat in het Westen gaat gebeuren, West-Europa wil ik dan, en West-Noord-Europa, dat weet ik niet zo goed. Vast natuurlijk weer later, maar je ziet het nu bijvoorbeeld met Salvini, ook in Spanje wordt de populistische partij wordt steeds groter. In Nederland zie je natuurlijk ook de peilingen wel, zie je wel dat Forum bijvoorbeeld en PVV ook weer stijgen. Mm-hmm. Er is wel een tendens bezig die toch wel ziet van, oeh, misschien was de Europese Unie toch niet helemaal alle, mm-hmm. al het hel dat we gehoopt mm-hmm. hadden. Wat ik interessant vind aan die ontwikkeling van natiestaten die steeds meer hun eigen soevereiniteit pakken, is dat in het verleden is nationalisme altijd ook wel iets geweest waarbij de soevereiniteit van andere nationale staten niet zomaar werd geaccepteerd. Maar nu komt het terug op een manier waar juist dat wel gedaan wordt. Yeah. Dus mm-hmm. Een Italië zegt tegen Orbán, je bent soeverein en, yeah. en Polen en whatever. Yeah. Dus dat is interessant hoe dat idee opnieuw leeft. En dat creëert een soort van solidaire soevereiniteit. Of weet hoe je het anders zou moeten noemen. Yeah. Ja, je zou bijna kunnen zeggen een soort... toch op de een of andere manier toch een soort bijna Europees gevoel. Hè? Mm. Zo van, oké, ja, wij in Europa, wij zijn dus... een soort eenheid die wordt gekenmerkt door allerlei verschillende staten. En we willen juist die nationale staten, die willen we weer tot leven zien komen. Centraal dus dat, ja. Weet je al dat in Europa inderdaad Italië echt Italië is. En Hongarije echt Hongarije. En inderdaad is wat je omschrijft, is heel leuk. Dus niet zo van wij nationale staat, jij niet. Maar juist dat ze allemaal inderdaad eigenlijk weer die, ja, dus dat gevoel van de natie, dat weer herrijst. Mm-hmm. En daar wordt door mensen natuurlijk heel huiverig op gereageerd vaak, hè? Want die link met... nationalisme, bla bla. Ja, of oude nationalisme. Ja, die wordt natuurlijk snel getrokken. Terwijl ik denk dat dat helemaal onterecht is eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat dit gewoon een hele, hele heldere tegenreactie is op het beleid dat is gevoerd. Mensen, nou ja, dus weer inderdaad zien van die culturele identiteit die wij hebben, die wordt aangevallen. En dat willen we niet. En als tegenreactie dus... Nou ja, Oost-Europa heeft natuurlijk dat wat beter vastgehouden nog dan in West-Europa is gedaan. Mm-hmm. Maar die komen daar nu steeds meer voor uit. Mm-hmm. Dat kan je op allerlei manieren zien. Natuurlijk Brexit en bij Trump. Dat zijn allemaal gevolgen daarvan. En wat ik eigenlijk niet zo begrijp is dat mensen daar vaak zo verontwaardigd op reageren. In mijn kring althans. Mm-hmm. Weet je wel? Dat er vaak zo naar wordt gekeken als van... Oh, hoe is dit godsnaam mogelijk? Zo werd daar ook bijvoorbeeld gereageerd... weet ik nog, toen ik nog in Utrecht rondliep op de verkiezing van Trump bijvoorbeeld. Ja. Weet je, mensen echt helemaal stonden te kijken van, oh, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Hoe kan zo iemand aan de macht komen? En dan denk ik, ja, als je niet ziet hoe dat is gebeurd en hoe logisch het eigenlijk is dat is gebeurd, dan mis je echt het grote probleem. Ja, ik denk inderdaad dat je dan echt moet gaan nadenken over wat snap ik niet? Wat is aan de hand wat ik niet snap? En dat gaan uitzoeken, zodat je begrijpt waarom mensen voor een Trump zouden stemmen. Ja, ik denk dat hetgeen dat ze niet snappen precies het probleem is. Ja. Dus bijvoorbeeld als je niet ziet dat politici die continu naar het volk, hè, dan wijzen van ja, jullie zijn laag opgeleid of dom. Dus bijvoorbeeld zoals er altijd over Wilders-stemmers wordt gesproken. Dus PVV-stemmers, karikatuurbeeld, laag opgeleid, laag inkomen, domme mensen die aan het schreeuwen zijn en helemaal geen verstand van zaken hebben. En als ze nou 3 boeken zouden lezen, zou het snappen. Mm. Weet je wel, dat soort neerbuigende arrogantie. Zo wordt met dat soort neerbuigende arrogantie wordt er over die mensen gesproken.
Ook door bepaalde culturele elites bijvoorbeeld in Nederland, of in ieder geval politieke partijen ook, zou je kunnen zeggen. Vind je het dan gek dat die mensen niet op jou stemmen? Ja, ja, precies. Bedoel, ik niet. Ik ga ook niet op iemand stemmen die tegen mij zegt van ja, die gevolgen van bijvoorbeeld de immigratie en de falende integratie, die waar jij dan middenin zit. Hè? Want dat is natuurlijk wel heel logisch. Je kan wel zeggen van ja, oké, mensen die bijvoorbeeld een wat lager inkomen hebben, zitten vaak meer in de buurten waar ze dus de gevolgen van bijvoorbeeld immigratie en falende integratie echt in levende lijven ondervinden. Mm-hmm. Dat die mensen daar dus dan ook vervolgens boos om worden en zich daarover uitspreken, dat is niet omdat ze dom zijn, maar dat is omdat ze het zelf meemaken. Mm-hmm. Het is heel makkelijk om vanuit de grachtengordel te zeggen, ja, is helemaal niks aan de hand. Maar op de een of andere manier wilde dat kwartje, nou ja, nu misschien wat meer, maar toen in ieder geval wilde nog niet echt vallen. Dus het idee van ja, oké, ik zeg dan dat die mensen dom zijn en nou stemmen ze op mensen als Trump. Hoe is het in godsnaam mogelijk? sorry hoor, maar ja. Wake up. Ja, nogal logisch. In de VS was dat natuurlijk super duidelijk. Ook omdat je daar natuurlijk twee partijen hebt. Dat is onmiskenbaar dat wat daar gebeurd is. En ook op de manier waarop je het nu beschrijft, onmiskenbaar. Even terug naar die natiestaat. Ik wil nog één punt maken. Want ik denk dat daar inderdaad is in instantie gebeurd. Maar er is ook wel een gevaar, denk ik. Omdat die heropleving van de eigen soevereiniteit, ook al is het solidair met alle natiestaten, ook sterk gepaard aan het gaan is met het afkeer van het andere. Niet alleen maar omdat, niet alleen maar vanuit nee, dat woord wil ik niet gebruiken. Ik wil zeggen, niet alleen maar vanuit racistische overwegingen, maar dat zou impliceren dat ik zeg, het primair is het racistisch, maar dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval de xenofobe? Ja, misschien, ja, vind ik ook net wel iets sterk. Er zitten natuurlijk xenofobe elementen in, of mensen die xenofobisch zijn, whatever. Maar het gaat, er is ook een afkeer van het andere aan de hand. En dat is misschien niet per definitie problematisch. Want ik denk dat je best wel mag zeggen als soeverein natiestaat, om te zeggen, wij accepteren zelf wie er binnenkomt en ik wil niet zomaar iedereen in mijn eigen in mijn plek hebben. Dat kan. Maar dat lijkt niet te stroken met verlichtingsdenken. Of met het idee van een natiestaat waarbij iedereen die dezelfde nationale identiteit heeft, hetzelfde behandeld moet worden. Dus ook al zie ik iets interessants gebeuren, dit zal wel eens kunnen doorschieten naar iets minder goeds. Snap je wat ik bedoel? Nou, zoals wat dan bijvoorbeeld? Zeg maar, je hebt het over dus een soort demonisering van de ander, hè? Mm-hmm. Wat voor manier dan bijvoorbeeld? Je hebt, zeg maar, geef me een voorbeeld. Nou, dus in Italië wordt nu, of in Orbán is heel sterk nu tegen het immigratiebeleid van de EU. Mm-hmm. Doet dat door de eigen identiteit centraal te stellen. Maar die identiteit wordt ook gevormd niet ten opzichte, maar in tegenstelling tot een islamitische identiteit of een Oosterse identiteit en dergelijke. Oh, ja. Dat zal problematisch kunnen worden. Op het moment dat nee, ik zou hem niet kunnen verwoorden op dit moment. Je bedoelt een soort, als ik even zeg maar meedenk, een soort doorgeschoten tirannie van de meerderheid dan? Wellicht, ja, wellicht. Ja, ja, ik denk los van bijvoorbeeld dus het immigratieargument, is dat natuurlijk iets waar waar filosofen als Tocqueville bijvoorbeeld heel erg over hebben gehad. Hè? Dus het gevaar van de democratie is natuurlijk de essentie van de democratie, namelijk dat meerderheid bepaalt. Dus daar zit een gevaar in. Dus dat die meerderheid is inderdaad zijn ideeën doordroomt en daarmee niet kijkt naar de rechten van minderheden. Dat is inderdaad waar. Maar dat is in iedere democratie, denk ik, een risico. Hoewel we bijvoorbeeld in het Westen nu eigenlijk meer zien dat er een tirannie van de minderheid gaande is. Maar ja, ja, dus ik weet niet of ik dat zeg maar op dit specifieke onderwerp. Nou, er is een verschil tussen laten we zeggen, Nederland en Orbán. En in Nederland is het zo dat als jij een Nederlander bent, ben je onderdeel van de culturele identiteit. En waar Orbán misschien in kan doorschieten is dat hij dat super gechargeerd nu. Dat ook al ben je onderdeel van het land, als je islamitisch bent, hoor je er niet bij. Ik weet niet zo goed. Het zou kunnen.
zeg maar, ik snap wel wat je bedoelt hoor, maar ik vind het een beetje moeilijk om te speculeren over iets wat... Nou, wat ik wil zeggen is niet dat dat een gevaar is waar het naartoe kan gaan, maar dat er ook elementen in die nationalisme zitten waar we ook voor moeten uitkijken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje een punt wat ik wil maken hier, denk ik. Ja, nou, dat lijkt me op zich al terecht, dat mag denk ik. Maar ja, cool. Zeg maar, ik denk dat er een heleboel dingen, de doorgeslagen vorm is altijd gevaarlijk natuurlijk. Maar ik denk wel dat de focus op bijvoorbeeld zoiets nu voor ons bijvoorbeeld nog heel ver weg is. Dus we zijn echt nog maar net bezig met überhaupt bijvoorbeeld bepaalde migratiekritische geluiden of Europees kritische geluiden, Europese Unie kritische geluiden, dat die überhaupt mogen worden geuit zonder dat je meteen naar je hoofd krijgt dat je een racist bent, hoewel dat dus ook nog gebeurt. Dus ja, zeg maar, ik snap heus wel wat je bedoelt. Ik kan ook wel theoretisch met je meegaan. Maar ik denk dat nu, op dit moment, er nog een andere strijd is die nog niet eens... die nog zo ver daarvoor zit. Dat ik nu, ja, ik kan wel theoretisch met je meegaan, maar ik voel hem nu heel anders, zeg maar, in de realiteit waar we nu in zitten. Snap je? Ja, heel duidelijk antwoord. Nice. Ja. Heb je nog iets waarvan je denkt, oh shit, dat wil ik wel echt graag nog benoemen? Oeh, ja, we hebben het eigenlijk over best wel veel gehad. Ja. Hoe lang zijn we bezig geweest, Jason? Niet zo lang eigenlijk, anderhalf uur. Anderhalf uur, oké. Anderhalf uur, oh, nou, dat is best wel lang, toch? Ja. Anderhalf uur, je heeft er nou zin om anderhalf uur naar mij te leggen. Maar, dat gaan we zien. Ja, nou ja, naar jou misschien wel. Ja, ik weet het echt niet. Ik vond het een leuk gesprek wat we hebben gehad. We hebben het natuurlijk gehad over de gender-ideologie, zoals je het inderdaad noemde. Ik zou misschien daar nog wel even bij willen zeggen. Dus dat je hebt ook een paar keer gezegd transgender bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als ik het over deze ontwikkeling heb, dan heb ik het niet over gewoon mensen die zeggen van, oh, ik ben biologisch vrouw, maar ik voel mijn man en ik maak mijn eigen transitie daarin. Ik heb het echt meer over het fenomeen dat alles ertussen en ernaast en erboven en eronder ook mogelijk is. Dus dat er als het ware een soort oneindige scala aan verschillende opties komt en dat uiteindelijk dus bijvoorbeeld problematisch zou kunnen zijn. Dat wilde ik nog even, even verduidelijken. Dankjewel. Ja. Nee, ik heb nog een voorstel misschien. Ja. heb je nog iets aan tips of... Tips of tops? Tips is echt een stom woord, daar moet ik helemaal niet op hebben. Heb je misschien voor iemand advies die bijvoorbeeld hetzelfde meemaakt zoals jij hebt gedaan tijdens je studietijd? Als je het gevoel heeft van, joh, ik zit bij een universiteit waarbij ik echt het gevoel heb dat ik word benaderd door willen van mijn politieke positie of wat dan ook. Wat die misschien zou kunnen doen... Ja. Nou, dat is goed, ja, leuke vraag al. Ik heb dus ook nog... Het is wel leuk dat je dat dus, zegt. Dus niet per se of het nou links of rechts is, maar gewoon als iemand het gevoel heeft op een universiteit van, joh, ik pas echt niet, totaal niet bij de plek waar ik nu zit, maar ik wil wel echt deelnemen. Ja. Ik krijg dus wel eens berichten van jonge mensen op Twitter, die dus net zijn begonnen met studeren of al een tijdje studeren en die me dit dus vragen. Dus dat is echt wel leuk dat je dat zegt. En mijn tips zijn eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Pick your battles wisely. Dus... als je continu merkt dat je, zeg maar, in colleges en zo, dat er bepaalde dingen zijn die heel moeilijk zijn voor jou of die niet mogen worden gezegd, of dat je een bepaald soort spanning voelt. Ik weet hoeveel energie dat kost. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je inderdaad op een gegeven moment gaat kiezen van, oké, nou, dit vind ik zo dadig belangrijk, dit gaat zo in tegen al mijn ideeën en overtuigingen, hier zeg ik wat van. En bij andere dingen dan maar, helaas dan maar, denkt van, ja, oké, hier hou ik maar even... Wat neem ik als gast terug? Of dit laat ik maar even gebeuren of zo. Want anders dan blijf je bezig. Ja, dat is helaas de... Het is niet een leuk antwoord, maar het is wel de realiteit. Je moet ook gewoon je studie halen. Ja. Maar spreek je dus wel uit op de punten dat het dus echt moeilijk wordt voor je. Want dat is uiteindelijk waar een academisch debat over gaat. Dat is natuurlijk het meest kwalijke punt hiervan. Dus als er één... Waar het ook vandaan komt. Of het nou links, rechts, marxistisch of conservatief of whatever is... Eén geluid, dat is het probleem van een universiteit, als dat zo is. Dus literatuur van persoon A en dan persoon B die eigenlijk hetzelfde zegt als persoon A, dan heb je geen discussie. Dat is ook niet wetenschappelijk uitdagend. Je moet één denkbeeld tegenover het andere kunnen zetten en dan jouw eigen ideeën over vormen. Dus ik zou dan ook die mensen aanraden om dat te doen. Dus als jij merkt van, nou, de literatuur die ik krijg is eenzijdig, zoek eens wat op websites die net iets anders zeggen dan jij of... wat anders zeggen dan je docent. Ja. Zodat je zelf, zeg maar, een gebalanceerd beeld kan krijgen van wat er allemaal gaande is en daar dan een mening uit kan vormen. Nou, het is eigenlijk een heel simpele tip, maar wel denk ik. Het zijn twee tips. Choose your battle wisely en doe je onderzoek. Ja, eentje heel praktisch, eentje inhoudelijk, denk ik. Zou er nog iets aan willen toevoegen?
En dat is waar je tegenaan loopt vaak als je heel erg veel argumenten tegen je positie krijgt, is dat je tegenargumenten gaat geven voor tegenargumenten. Maar blijf dichtbij wat je eigenlijk wil zeggen. Yeah. En concentreer je op de centrale punt van iemands stelling of jouw eigen stelling. Yeah. Ga niet alle randzaken eromheen bespreken, maar hou het bij de inhoud en de basics en de essentie van wat iemand wil zeggen. Ja, is heel goed. Want het is inderdaad zo dat het heel makkelijk is om daarin te verzanden. Mm. Ik merk dat ik zelfs nu in dat gesprek met jou dat af en toe nog steeds een beetje doe. Mm. Dat ik dan denk van, oeh, misschien valt iemand dit net zo op en dan gaan ze me daarop proberen te pakken of zo. Weet je wel? En dat je dan dus, omdat je zo gewend bent dat dat gebeurt, je daarin verzelt. En vaak heeft dat dus helemaal geen zin. Want mensen die je willen pakken, of mensen die jou een racist willen noemen, die gaan je toch wel een racist noemen. Die pak je sowieso wel, inderdaad. Dus dan kan je maar beter inderdaad denken van, nou, ik... om het maar met een leuke millennial term te zeggen, ik own dit. en ik sta hiervoor en ik ga dat gewoon uitleggen. En dat doe ik zonder me daarvoor te verontschuldigen. Mm. En dan inderdaad wel onderbouwen, tuurlijk. Zoals iedereen dat zou moeten doen. Zeker. Maar het is inderdaad zo, je tegenstander ruikt het als je zwak staat. Dus als je inderdaad je gaat verontschuldigen voor je ideeën. Ik denk dat sowieso een van de problemen is die we hebben. We moeten stoppen met ons verontschuldigen voor bepaalde dingen die gewoon... natuurlijk zijn. Ja, ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat je je moet gewoon kunnen zeggen wat je vindt als het op basis van inhoud is. Zolang je niet mensen aan het afmaken bent of aan het demoniseren bent, moet je gewoon kunnen zeggen wat je vindt op basis van inhoud. En ik zou nog één punt willen toevoegen, denk ik. Probeer altijd te zoeken naar wat het is dat je wilt bereiken. Want als je een discussie hebt met iemand, is er iets wat jullie allebei belangrijk vinden. En probeer te kijken of je dat kan vinden en op een discussie te veranderen naar een manier om samen tot een antwoord te komen. Zoek naar de waarheid. Of zoek naar de waarheid, ja. Ja. En dat is heel lastig om te doen, zeker als mensen jou in een hoekje willen stoppen. Ja. Maar als je een heel goede strategie wil gebruiken of een tactiek wanneer mensen je in een hoekje wil stoppen, stel gewoon vragen. En kom niet met stellingen. Dan praat iemand zich vanzelf wel klem. Dat kun je altijd nog proberen, maar die zou ik niet aanraden eigenlijk. Nou ja, ik denk wel dat mensen... Als je echt in een gevaarlijke situatie bent, qua debat of whatever, en alles wat je zegt wordt op de een of andere manier geframed, dan kun je beter gewoon vragen stellen en probeer te onderzoeken waar iemands gaten zitten. Dat is waar, ja. En soms ook maar gewoon kiezen. Kijk, ik heb nu ook wel, bijvoorbeeld op Twitter, dan... je krijgt mensen die inderdaad inhoudelijk op je ingaan, maar je krijgt dus ook zoveel mensen die gewoon... maar wat roepen tegen je. Mm. En dan is het ook... Kijk, ik kies nu wel ervoor om niet meer in te gaan op iedereen die dan tegen mij zegt van... oh, xenofoob of oh, racist of weet ik wat. En dat moet wel zeggen, het zijn er echt helemaal niet zo heel veel. Ja. Ze zijn er wel en ze zijn ook vervelend en het is niet leuk om dat over je heen te krijgen. Maar ik merk ook dat er toch wel steeds meer mensen zijn die eigenlijk ook wel gewoon dit geluid... bijvoorbeeld wat ik nu een beetje vertel en wat andere mensen... aan wat rechtere flank bijvoorbeeld ook vertellen... dat wel steeds meer aanslaat bij mensen. Ja. Of dat ze in ieder geval blij zijn dat er over wordt gepraat. Hmm. Ja. Mooi. Ja. Nice. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Super. Ja, jij draagt heel goed bij aan, aan goede debatvorming. Ik doe mijn best. Ja, het is bijna niet meer van deze tijd, hè. Urenlang met iemand praten. Inderdaad. Maar wel heel belangrijk, denk ik. Yes, dankjewel. Nice. Break it off, baby.